Um, ja. Ik... Hoe, hoe begon ik daar nu weer aan, aan podcast? Ik zie hier al waveforms verschijnen. Goedenavond allemaal. Het <laughs> <laughs> is <je> goed krijgt. <laughs> Dit is een podcast op wetenschap gereed. Bom, 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 bom. Wij zijn zelden van onwaarheden reden bom, 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 bom. En wij zijn nog nooit voor corruptie gezweed. Dit is een Maat overzicht Met uw gastheer, Lieven Scheren. Een goeiedag iedereen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het Nerdland maandoverzicht. Wij zitten hier samen op maandag 24 juni. Wij kijken terug op het wetenschapsnieuws dat ons de voorbije maand het meest is opgevallen. En wij dat zijn Els Arts. hallo Bart van Peer, Dag. Kurt Beheid. Goedemiddag en Jeroen Baart. Hoi. We zijn met vijf, hé. dat is een kleine bezetting voor ons doen. Um, Peter Berks kan er niet bij zijn, want die is nog aan het verbeteren. Dat is het onderwijs, hè? Die verbeterde eigenlijk. Ach, ja, voilà, verpeter Berks. Um, uh, ja, dus die, uh, die uh, uh, ja, eindexamen zijn zo in het middelbaar geweest. En die moet nog allerlei deliberaties schrijven. Veel administraties, hè? Uh, veel werk, middelbaar veel onderwijs. Werk. Ze moesten dat allemaal een keer automatiseren met AI. <kwijnt> hè? Dat je dat gewoon kunt inspreken en dat dat vanzelf gaat. En het die helsmoordel, die is er ook niet, want die mag drie weken niet praten. Els wat een hemel. <laughs> Goh, ik weet niet, hè? Al die gebarentaal en al die is ook niet alles. Okay. Maar ze is ook aan het verbeteren. Dus uh, operatie en het verhemelde en daarom drie weken zwijgen eigenlijk? Ja. ja, ja. Oké, okay, ja, dat is goed. Echt rustig thuis dan? Ah, nee, want je zegt dat op andere manieren ja, ja. gecommuniceerd ja, ja. wordt. Ja. Ja, ja, tis, tis het is nu nog meer eigenlijk, kijk naar mij, want... Het meest, uh, het meest liefdevolle wat je kan doen, is haar gesticuleer opnemen en op TikTok zetten. Ik denk dat, uh... <laughs> het, het is sowieso altijd al iemand geweest die dat vooral de vuisten liet spreken. Oh, 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 oh. Dark. <laughs> Ze kan haar niet verdedigen hier. Oh. <laughs> Gelukkig. Die, bo die boemerang komt naar je terug, Jeroen. Allright, <laughs> we gaan eens terugkijken op het wetenschapsnieuws dat er allemaal geweest is. Om te beginnen, we hebben een Nerdland-festival gehad. Dat was Amai plezant, jammer. Ah ja, ik weet dat maar nog. Ja, dat was heel tof. Helaas een beetje regen gevallen, maar uh, ik vond de sfeer... Hein, oh, maar, maar niet regen. zoveel als op Graspop. Nee, dat is waar, inderdaad. Ik, als ik, ik, kan... heb, ik heb harder geklaagd over die regen. En wij zijn dan nog we moesten van tent tot tent en we staan eigenlijk altijd droog. Maar die mensen die daar de hele dag door de modder geploeterd hebben, die hebben er eigenlijk nog het minste over geklaagd. Maar ja. ik moet nu wel zeggen, de voorkant, daar lag overal goede planken vloer. En als je langs achter een tent binnen moest, dan moest je door de modder. Dus... Ja. No innuendo. Nope. nope. Stop. Um, uh, <laughs> ja, maar uh, ja, uh, heel, heel tof. Um, uh, veel volk weer. En volgend jaar een dag bij. Ja. En mm. veel discussie over de datum. Het is wel degelijk woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag volgend jaar. Oké. Okay. Vondag? Ja, je wilt zondag... Maar het is niet zondag. Geen niet zondag, zondag, nee. Je ja, mag donderdag? zondag komen, maar dan mag je helpen opruimen. Ja, voilà. Dat mag <laughs> altijd. Ja, ja Dat is zeker. Oké. Okay, uh, goed. Uh, over naar het, het echte wetenschapsnieuws. Zo waar, met al die meta-dingetjes hier. Ja, deze zag ik toch passeren de voorbije maand. Namelijk, dokter El-Gaïli werkt aan een machine waarmee hij binnen de tien jaar een volledig hoofd wil transplanteren. You lost me at Dr. El-Gaïli. Ja, kijk, Dr. Hashem el Oké. Okay. Die geboren in Jemen, is nu een Duitse um, uh, moleculair bioloog, denk ik. Hij is ook okay. science communicator, mm -hmm. heeft een YouTube-kanaal. En hij heeft een nieuw projectje, het heet Brain Bridge. En ja. dus wat hij eigenlijk wil doen, is... Stel, er is iets uh, heel erg mis met je lichaam. Uh, verlamming, kanker, uh, zoiets. Yeah. Dan wil hij... Uw volledig hoofd afsnijden uh -huh. en bevestigen aan het hoofd van een donor, ja. waarvan hij zegt die ongeveer hetzelfde postuur heeft als jij. Hey. Hey. Maar wacht, is dit nu het hoofd dat getransplanteerd wordt of de rest van het lichaam? Het is een kwestie ja. van semantiek. Denk ik. Ja, is wie is waar. de ontvanger en wie is ja. de donor? Maar uh, je twee halfwerkende mensen wat is het resultaat? Ik vind persoonlijk dat je inderdaad dat je, dat je ontvanger bent van het lichaam. Dat is een ja, eigenlijk Ja, dat klopt. Lichaams ja, eigenlijk wel, ja, ja. ja absoluut. Ja. 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 Maar lieve, jij stuurde het door in onze WhatsApp-groep en ik heb onmiddellijk gerepliceerd met dit is satire. Ja, en het is het niet. En het is het tot ik de website openklikte. Ja, want dat is het dus. Bij dit soort nieuws denkt je altijd: wat is dit? Ik bedoel, iedereen die. die ook maar in de verste verten iets weet van een zenuwcentrum, uh, mm -hmm. van, van een ruggengraat, van alle verbindingen, van bloedvatverbindingen, van, allez, van alles. Heel uw bedrading loopt door uw hals. Dat is een technische koker van ons, van ons lijf eigenlijk. Hè? Alles loopt daardoor. En het feit dat je dat zou kunnen bevestigen, vooral dat je individuele zenuwen juist zou kunnen bevestigen volgens... Die, is... van, die van zijn benen gaan nu naar, naar de, de donor zijn benen. Ja, dat is gewoon krankzinnig. Ja, 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 en het, het, het is dus een fantastisch 3D-filmpje. Dus een, een, een 3D-voorstelling van wat de ingreep allemaal hoort in te houden. En ik denk dat er zeker 60 keer opnieuw geknipt wordt naar het aan elkaar spuiten van verschillende onderdelen. Met behulp van AI. Ah ja, natuurlijk. Voilà. Ah, ja, ah, ja, ja. Ja, dus dat staat er wel. De zenuwen en de aders ja. worden met elkaar verbonden... Met behulp van AI die de volledige samenstelling van de hals tot op moleculair niveau in kaart gebracht heeft. Ja. Maar als je dan vraagt hoe, dan zeggen ze: Met, met behulp AI. van AI. <laughs> en, en, en hoe kunnen die zo precies werken? Tot op moleculair niveau. Dus het is een en al 3D-render, groot futuristisch ding. Nu, nee, ja. hij, 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 hij omringt zich wel... dus Hij is zelf wetenschapper, hè, dus hij is moleculair bioloog. Hij omringt zich met, met, met chirurgen, met dokters, met kennis van zaken... Ja. die blijkbaar mee willen gaan in... Ja, ja, maar... Mm -mm. Ik weet wel, maar met behulp van AI. Het is iemand met een heel gekke visie... en hij gebruikt van, van het, het buzzwordje AI toch wel... Uh, gebruik om een soort van wet wetenschapspositivisme hanteren, dat ja. niet zo heel veel grond. Alleen, ja, is het ook niet een beetje performance art? Ja, wel, ja, het voelt als een goocheltruc eigenlijk zo, met zo'n AI als magisch woordje opgespoken. <totstuk> ja. AI. Is maar de... ik denk, ik denk wel, als je effectief de mensen samen krijgt die jij op het oog heeft, dat die dat die wonderlijke dingen kunnen doen. Ze gaan alleen dat niet maken. Ah, wel, inderdaad, bedoel, de, de, zelfs hey, om nu te zeggen, getest dat eerst op muizen. Zelfs bij dieren <totstuk> zelfs... is er nog geen begin. Nee. Nog geen begin nee. van iets wat ook maar een beetje lijkt op een geslaagde. Nee volledige lichaamstransplantatie. Nu, hij is niet aan zijn proefstuk toe, hij heeft ook al eenzelfde project gelanceerd, jaren geleden, met de Artificial Womb, waarin hij zo een kunstmatige ah, ja. baarmoeder, waar ook alweer mooie 3D-animaties van gemaakt, die heel vlot rondgaan op het internet. En eigenlijk werkt het weer, want we zijn er weer over bezig. Ja. Maar... En is dat dan die met dat lammetje in? Of, of? Nee, nee, nee. nee, voor, voor kinderen. Oh. Dus echt 3D-gerenderde... Ja, 3D ja, wat dan natuurlijk heel het internet... Is dit de toekomst die we willen? Nee, want het gaat ook niet. Als de beschaving vergaat, mogen we gewoon hopen dat dat niet het enige filmpje is dat overblijft. Voilà. <laughs> maar ja, het, ik, vind, ik vind het heel bizar, omdat... Als je kijkt naar die 3D-render, van hoe dat hij wil werken... Alles wat, je, alles wat wetenschappelijk al kan of onderbouwd kan worden, doet hij ook. Dus die luchtpijp moet ergens overgenomen worden door een machine. Hij zegt ook: We drain the blood from the head. Ja. En in dat filmpje zie je dan zo: met een splat, zo plo, al dat bloed eruit komen. Ik vraag me af hoe je dat brein dan, dan in leven of koelt misschien. Oh ah, ja, hey. dat moet. Dat moet. Oxygenated blijven toch? Hè? Er zijn enorm veel vragen en hij lost ze niet op. Maar ik, verwarde hem even. Even, ik verwarde hem even met de Italiaan Sergio Canavero. Is ik heb die net opgezocht, dat is zo'n Italiaanse chirurg. Die heeft al een hoofdtransplantatie uitgevoerd in 2019 tussen twee kadavers. Ah. Op do ah. dus ah. een gewoon... dode lichaam kan ik het oh, ook ik. Een hoofdtransplantatie kan ik thuis ook met mijn Lego's, hè? Ja, ja. ja, die heeft het inderdaad gedaan met, met, met twee kadavers en die staat dan super trots op de foto van: Ik heb ze aan elkaar gekregen. Ja, maar goed. Is dit niet het, 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 het Musk-nieuwe um, bedrijfverhaal van: We gaan, uh, we make a big splash? En eigenlijk is het een soort van recruitment-formule ja. waar dat ze achteraf van kunnen zeggen: Van ja, maar dat was nodig om juist het juiste talent aan te trekken en de scope is ja. heel hard veranderd tegenover wat we uiteindelijk hebben afgeleverd. Ja, daar gaat wel volk op afkomen, hè. dat weten uh Gelijk ja. kiepen zonder kop. <laughs> Niet na de operatie. Ja. Maar ja, kijk, ik ga, ik ga het wel in de gaten houden. Ja. Mijn verwachting is eigenlijk dat we hier niks meer van gaan horen. Tuurlijk. Ik denk dat dit nu... Dit was nu de ripple effect, dat ze even mm. wilden. Ik denk zelfs dat er zelf wel in geloofd. Maar ik denk dat het weer gaat ga verdwijnen en dat we er nooit meer iets van gaan horen. Er komen misschien een paar leuke koppeltjes uit. <laughs> het is een scoutskamp eigenlijk. Ja, zoiets. Ja, Langs de andere kant is dat, is dat wel weer interessant om je af te vragen: wat zou er nu eigenlijk, hetgeen dat Jan Rabai altijd zegt, hè? Jan Rabai, Belgisch ingenieur die, die op MIT werd, die eigenlijk de tabletcomputer uitgevonden heeft, mm -hmm. min of meer. En die leest heel graag science fiction, omdat hij bij alle onmogelijke dingen zichzelf verplicht om te denken: ja, maar wat zou er nodig zijn ja. om dit te doen? En dat vindt hij als ingenieur heel tof. Ja. En dus hier ook, wat zou er nodig zijn, effectief weten welke zenuw dat het signaal geeft aan je been. Die een zenuw vinden ja. in de nek van de donor en die twee aan elkaar krijgen, en dat dan nog eens voor een paar duizend andere zenuwen, dat zou nodig zijn. Het is ergens ook een soort van brainstormtechniek. Ik kan me voorstellen dat als je, ja maar, ja, exact, exact. als je ergens afgeblokt op wordt, van ja, maar daar hebben we nog geen oplossing voor, dat kan niet, dat je gewoon even zegt van nee, kijk, laat ons er even abstractie van maken, Klopt. dat dat niet kan. En laat ons eens verder denken alsof dat, dat opgelost zou zijn. En dan kunnen we misschien tot andere inzichten komen dat je wel mee kunt is, terugnemen is, eh, in de echte wereld. Eigenlijk is het wetenschapsinpro. De eerste regel is ja. aanvaarden. Ja. aanvaarden. Ja. Ik heb dat idee gesmeten, ja, maar ja. dat kan niet. Aanvaarden. Dus we snijden die kop eraf en alles werkt nog. Ja, ja en. En ja, en. <laughs> Daai. Oké, okay, ja. ja. Dus bij alles dat niet kan, zegde, maar dan lossen we op met AI, dit ja, ja. op moleculair niveau. En dan... Maar je lacht daar niet mee, maar dat heeft effectief slagkracht. Als je dan nu zegt, ja, maar dat gaan we oplossen met AI. Dan zijn er een hoop mensen die dat. Dat is waar. Uh, meer zelfs, um, ik denk dat dit een beetje een, een, een soort thema-uitzending wordt. Ik denk dat we volgens mij geen enkel onderwerp hebben waar AI niet in mee. Het is, nooit, het is niet altijd het hoofdonderwerp, maar bijna in elk artikel ah. is er iets gedaan met AI van manier van onderzoek. Hmm. Dus um, ja. Oh, spoiler, okay. spoiler. <laughs> Allright. We gaan zien. Maar kijk, voilà. Eerste hoofdtransplantatie. Uh, uh, nee, helemaal niet. Ik een filmpje van ja. eerst. Oh, ah, dat ja, ja. Was dat niet, was dan niet uh, de, de wet van Baart? Als de 3D ah, ja, -animatie, -animatie... animatie bestaat voor de publicatie, is ja. waarschijnlijk bullshit. <laughs> Ik sta daar nog altijd wow, achter. Heeft ja. ja. dat ja. al een wiki? Want dat is echt. Ja. De wet van Baart. Ja, ja, ja. Klop, ja. Klop, klop, klop. Al, al die boring tunnels, dat is toch ook niet geworden? dat er in de 3D animatie stond er dat niet zo. Oké, okay, volgend nieuwsje. Het is met AI. Ah, oh. ja. Verfrissend. Uh, wetenschappers hebben potvissen afgeluisterd. Mooi. Oh, ja, ja, effectief. Privacyprobleem? Ah, wel. Wat blijkt? Potvissen hebben een taal. Oké. Okay. En hoe? Nu wordt het heel meta. Nu wordt het heel meta, want je kunt semantisch beginnen doen over het woord taal. Uh, wat wil ik zeggen? Ja. Vogels in de nof hebben ook verschillende fluitgeluiden die verschillende dingen betekenen. Onze tuinvogels in België hebben allemaal een alarmroep. Dat is meestal zo'n. En eigenlijk is dat ook een talengegeven. Het signaal van ik zie een roofdier. Let allemaal een beetje op. Maar potvissen maken, volgens dit onderzoek, zinnen mogelijk met woorden. Okay. De, onderzoekers speel, uh, de onderzoekers spreken van een fonetisch alfabet. Ik denk dat alfabet misschien iets te fijnmazig zal zijn qua resolutie. Ja. Ik denk niet dat het gelijk ons 26 letters vanmiddag uh, lettergrepen vormt. Potvissen maken blijkbaar klikgeluiden. Ik wist het niet, maar ik kan misschien uh, een geluidje opzoeken of hier even tussen zetten. Potpissen <laughs> een blijkbaar klikgeluiden. Het is een beetje alsof je met een muntstuk over zo'n wasbord... Kijk, dolfijnen ook zo. Jawel, maar... Ferriginiairstijl. Uh, ja, en, en gewisseld van tempo constant. Dus je ah, gaat krik, krik, tik, tik. oké, tek, ja, ja. Een ja. ja. soort morse code. Tek, tek, ja. Tek, tek, tik, ja, ja, effectief. En dus, wat zijn die onderzoekers nu aan, aan, aan het bekijken? De, het aantal klikjes, het tempo, de lengte van die blokken blijken allemaal betekenis te hebben. Ze hebben dus wat heeft een AI gedaan? Dus AI voornamelijk patroonherkenning. Een AI is al die blokken in kaart gaan brengen en is gaan kijken welke volgen er op welke meestal. En er zijn bepaalde blokken die bijna alle potvissen gebruiken, waarvan ze denken dat dat begincoda's zijn. De letter E. Ik ga al een keer iets zeggen, hè. Eigenlijk dat, dus, dat is dat ah, het vast... begin van een zin. Ja. Hier komt een boodschap. Ja. Ze zijn ook vrij zeker dat bepaalde... Um, <laughs> dat... Oh, ik ben aan de begincoda van een foto zat denken. Ik zeg geen racist, maar... <laughs> die orkast... Oh, die, orkas. <laughs> die witte plikken op die orkest daar moet ik niet van weten. <laughs> of zoals een potvis zal zeggen... Ja, waar ze ook vrij zeker van zijn, is dat, um, dat er een caller ID bij zit. Oh wow. Ja, dus een bepaalde blok is gewoon. Ik zet de kikker. Eigenlijk is dat een soort. Wauw, dat is uw naam. Eigenlijk is dat een FTP-protocol. Maar het zotte is: dat geluid van die potvissen lijkt bijna op. Alsof dat je. Een oude inbelmodem. Je hebt een oude modem. je hebt een oude modem, ja, een oude modem maar ik kan geen verschillende toonhoogtes. Ik kan alleen tekst geven. Die zou ook coderen met snelheid, aantal ja. enzovoort. Maar ge, maar ge en het klinkt dat ze... heel hard zo. Maar zegt dat ze zo de bepaalde blokjes en dat er zo ook via AI uiteraard zo het volgende blokje voorspeld wordt. Dus dan zouden je eigenlijk een soort ChatGPT voor potviezen kunnen maken. Die aan hun ja, boot hangen en zien wat dat ze doen. Ik denk. Wauw. Ik denk met hetgeen dat ze nu. Want Pas op, een dataset pot. GPT. Dataset heel klein. Ik denk, denk dat ze maar een zestigtal uh, potvissen beluisterd hebben. Maar stel dat je nu inderdaad een taalmodel traint ja, ja. en je laat dat antwoorden op potvissen. <laughs> misschien, maybe it makes sense, maar niemand weet wat het <laughs> betekent. Ik wil echt geen potvissen gaan radicaliseren. Ik vind niet dat we met die dieren <laughs> moeten communiceren. Maar ja, dat die op, opeens ook zo met een magaflagske beginnen rondzwemmen. Ja. Waarom verhuizen die nu allemaal van oceaan? Wat is dat? <lacht> <lacht> Of we, we hebben die van alles beloofd dat we niet wisten. <laughs> Wij willen die reuze inktvissen nu. Hier, flee, All is known. <laughs> Wat de onderzoekers ook zeggen is... Ze vinden het enorm intrigerend, omdat het lijkt op een van die films waar er aliens komen en ze moeten ook die taal decoderen. Arrival. Een voilà. film ja. van Denis Villeneuve, waarin ja. er inderdaad een ras naar de aarde komt en de... Um Helden van de film zijn twee linguisten. Ik, ik heb die film gekeken met een paar mensen die geen exacte, geen exacte wetenschappen him. gedaan hebben. Die zeggen van: oh, dit is ons moment. En dan is het inderdaad, dat zijn ook soort van octopussen die tegen een raam een soort van inktvlekken maken. Soort van en die een circulaire, voilà, circulaire taal. Oh, en ja, taal of zo, een circulaire taal in droogte houden. Ja, dat is wel cool. Ja. En, maar, en dat is wat Aanrader zij zeggen. Koffer. Dus zij zeggen: wij hebben het gevoel van die in de film. Her, wij zien allerlei blokken en wij zien dat daar betekenis in zit. Waar ik nu heel benieuwd naar ben, is, want zij. Zij verkopen het op dit moment echt als. Het is de eerste keer dat we een ander dier met taal zien. Ik ben nu heel benieuwd hoe precies die betekenis is van die geluiden. Is, is, ja, gaat dat zo over meer een indruk geven? Ja. Sneller klikken als je opgewonden bent. En ja, daar, voilà. voilà. Dat, het, het zou zo simpel kunnen zijn. Maar stel dat, die, stel dat die woorden echt betekenissen hebben als verwijzen naar bepaalde gebieden, naar bepaald voedsel, mm -hmm. dat daar zit, naar gevaar, dat van ginder oh, kan ja, komen, hoe graad, hoe Dat zou zijn. is de complexiteit van de informatie die wordt uitgewisseld? Ja, ik lees hier ook dat sommige potvissen het geluid van een andere potvis overnemen en daar iets aan toevoegen. Dus dat die eigenlijk een soort van herhaling doen... Nee, maar... En daar een Chinese fluister is dat, die zijn Ik ga op reis en ja. ik neem mee. <laughs> <laughs> <De reisening twist. laughs> de, een reuzeninktwies. Een boot. De Titanic. <laughs> ik kan niet wachten tot dat dan in Duolingo zit. <laughs> dat is een, een kwade uil, maar is verteld van klik, 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 klik. <laughs> Sorry. Ja, ik ga het wel blijven opvolgen. Ik ben zeer geïntrigeerd ja. door de naam ja, van de Een zeer gelijkaardige ontdekking van de voorbije maand. Olifanten hebben namen voor elkaar. Ah. Uh -huh. uh, olifanten grollen. Dat wist ik ook niet, maar die zeggen, eigenlijk olifanten die zeggen. En dat is grollen. Dat zijn kwikskis. Ja, dus die, 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 uh, een uh, low naam. rumble. Zelfs in infrasound, dus zelfs om frequenties die te laag zijn voor ons. Ik zal het eens doen hoort. hè? Alleen oh, voilà. niet zo wow. laag. <laughs> uh, dus die maken geluiden aan elkaar. En wat blijkt, die hebben in die geluiden hebben die namen voor elkaar. Dus brrr, dat is iemand. Wow. Dat is de Rudy. Ja. En ze gebruiken dat op lange afstanden, volgens de onderzoekers, voornamelijk oudere olifanten die jongere olifanten iets vertellen of roepen. Mm -hmm. Wat blijkt, jonge olifanten kennen die namen nog niet. Dus jonge olifanten gebruiken die namen niet omdat ze dat moeten leren. En pas als ze jaren oud zijn, beginnen ze die namen van elkaar te kennen. En als ze diep elkaar genoeg te... raken ook. Ah ja, inderdaad, als de baard in de keel komt. Ik kan zijn ik kan naam nog niet uitspreken. Maar dat zijn kuddes olifant, Dat zijn toch allemaal vrouwtjes, hè? Dat dus weet ik niet. Dat is toch ik een. Ik het bestaan van de mannetjes-olifant niet ontkennen hier nee. in de podcast. Nee, maar de, in de kudde dacht ik dat het jongen en, ah. en vrouwtjes zijn. Ook het is matriarchaal alleszins. De leider van de kudde is de oudste vrouw, denk ik. En ja. ik, dacht, ik dacht dat als zo'n soort uh, de mannen. Mogen ik, allee, de stieren mogen ik keer binnen, als ze zover is. <laughs> <jo>. <laughs> het verschilt erin, blijkbaar, van papegaaien en dolfijnen. Die doen ook iets soortgelijks. Alleen, papegaaien doen, die doen eigenlijk het domste van allemaal. Die zeggen voor elke zin dat ze uiten... Hallo, ik ben Jeroen en dit is mijn boodschap. De ah, ja. dolfijnen die gaan een stap verder. Die zeggen van... Hallo, ik ben Jeroen en dit is mijn boodschap voor Bart. En Bart antwoordt oh, wow. alleen als ik uw sign gebruik. Ja, en nu olifanten zouden nog verder gaan. En die zeggen gewoon... Bart, kom ja. Wel, maar bij dolfijnen, dus inderdaad, dat staat in het artikel. Uh, uh. Ze wisten al dat dolfijnen en papegaaien ook met een specifiek geluid iemand aanspreken. Hmm. Dus wat eigenlijk een naam zou kunnen zijn. Alleen bij die olifanten is dat iets dat niet per se gelieerd is aan die persoon. Papagaien en dolfijnen spreken elkaar aan door de anderen te imiteren. <laughs> ah, ja. Dus eigenlijk, het, het typische geluid dat een ander een dolfijn maakt, doe de eerst even na om te ja. laten zeggen: het is voor u. Hè? Dus als je Jan bij zou aanspreken, ik zou graag de boter krijgen. Dan weet Jan, ik moet hem nu de boter geven, want je <laughs> doet mij na. Ja. Dat, is, dat is één grote practical joke: die dolfijnen en die papegaaien. Daar die had hij altijd Er gebeurt te veel in mijn hoofd. <laughs> Er zit een heel ingewikkelde sketch in die grappiger is op papier dan ja, de tekst. Ja, ja. <laughs> ja. En waarvoor je ook eerst een podcast helemaal moet hebben. Ja, ja, voilà. Ja, ja. Oké, okay. okay, maar kijk, dus uh, potvissen hebben taal. Ik ben heel benieuwd Taalt. hoe taal. Het is wel, wel, werkelijk taal, Gertje. Gert verhulst, mag ik de boter eens? <laughs> Dankjewel. Jalap. Wat ah, met die Gert verhulst moet je dat niet meer zeggen? Nee, ah, nee. Ah nee dan zeg je moet Gert verhulst imiteren. Hé, hey, ik wil de boter graag. De boter graag. Ja. ja. En, maar jij dat klonk ook een beetje als meteoor. Ah ja, oké. Okay, ik waar. weet niet wie ik hey. de boter in moet geven. Ja, dan komen die alle twee afgeswommen met die hey. boter. Hey, voilà. Jij hebt iets waar ik heel graag mijn mes in zou steken. <laughs> en waarom doe ik dat nu Hollands? Dat klopt toch nee. <laughs> wel. Ja, en als je als Samson iets vraagt, moet hij hem ook nadenken. Oh ja. Maar... Oh, moet jij uw eigen kakaoien opruimen in de keuken zo? Ja. Ja. Nu zijn, sorry, nu zijn het die twee rappers uit die hele wereld. Het <laughs> Dat is een groot perceptieprobleem. Ja, ja, dat is absoluut. Ja. Maar jij lost dat op. Jij ja, voilà. okay. zou eigenlijk de enige zijn die met mensen kan communiceren. Want jij bent <laughs> redelijk goed in mensen imiteren. En wij zouden allemaal totaal de verkeerde aanspreken, Constant. Ja, ja. dus ben ja. is een soort medium. Als wij dan allemaal u kunnen nadoen, ja, dus dat... kun jij eigenlijk ja. met iedereen communiceren. Ja. Maar van... ik wil iets communiceren met mijn moeder. En dan moet ik heel hard oefenen om mijn moeder ja. na te doen. ga ik eigenlijk een stap naar boven mogen in de voedselketen. Ja. All right. We gaan eens naar de ruimte. Niet alleen naar de ruimte, maar ook naar het fandom. We zitten ja. in het Star Trek fandom. Klopt. Wat werd er gepubliceerd door wetenschappers... Bart, als een alienschip een warp drive heeft, zoals in Star Trek. Dus een, een ja. drive die de ruimtetijd ombuigt om sneller dan het licht te kunnen gaan. Ja. Stel dat een alienschip een warp drive heeft en die gaat defect, dan zouden wij dat van op aarde moeten kunnen waarnemen. Ja. Wat bedoelen ze in godsnaam? Dat is nu een typisch zo'n voorbeeld van een discussie, waarin er iemand gezegd heeft, gezegd heeft van ja, maar dat kan niet. Nee, nee. maar Stel, stel, dat, stel dat, dat. dat is waar. Ja. Maar ik vind het ik vind het een redelijk toffe bedenking. Omdat die, um, die warp drive maken op zich. Is compleet onmogelijk. Allee, ik bedoel, vooral. Ba uh, het, het, is conceptueel, het is conceptueel mogelijk, volgens de relativiteitstheorie. Maar de. Um, de getalletjes zitten nogal tegen. De, de, de energie, hoeveelheden die gehaald moeten worden, zelfs de vormen van energie zijn zeer waarschijnlijk niet bestaande. Maar um, wat, wat je wel kan doen, en dat is, dat is het geniale aan, aan dat onderzoek dat gedaan is, dat is: mocht hem kapot gaan, dan zou je met de infrastructuur die we nu hebben, kleine kanttekening volgt zo meteen zou je de zwaartekrachtscholven kunnen zien die zo'n ontploffende of kapotgaande warp drive zou verspreiden. Maar dus ja. er zijn wetenschappers ja. die met belastinggeld aan tafel gezeten hebben en zich ja. afgevraagd: stel dat een warp drive, wat dan niet kan, een warp drive uit Star Trek <laughs> opeens uitvalt, halverwege de vlucht. Wat voor zwaartekrachtschool zou dat ja, eigenlijk exact, maken? Ja, exact. En dat hebben ze dus berekend. Hè? Want um, het idee van de warp drive, dat is natuurlijk al redelijk oud. En er zijn, dat werkt dus aan de hand van, van de veldvergelijking, die fameuze veldvergelijking van Einstein uit de, uh, de algemene relativiteitstheorie. Dat is een vergelijking met, zoals vergelijkingen wel eens hebben, een linkerlid en een rechterlid. In het rechterlid staat een bepaalde een configuratie aan energie... Wat zeg je? Dat is wat ze zegt. Oké, wacht. En bent, nu terug op spoor. Rechter, <laughs> rechterlid. Rechterlid, ja. ja rechterlid... Ja, uh, zit, zit er, krijg je een bepaalde configuratie van energie en materie in een, in een stukje ruimte. Dus verdeeld, dat staat er in de, ja, verdeeld in die ja, ruimte, dat zegt, hier, dat zegt dat rechterlid hoe, hoe is de materie hier verdeeld In het linkerlid krijg je dan exact hoe dat de ruimte zich gaat krommen. Mm -hmm. En de tijd. Want dat is ook een van de inzichten van de relativiteitstheorie. Ruimte en energie. Eh... Uh, Materie en energie die krommen de ruimte tijd. Um Goed. Dus die, die, die vergelijking van Einstein, die uh, spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Heel veel mensen zijn daar al mee aan de slag te gaan om te zien van met welke vormen van energie kan ik welke kromming van de ruimte tijd maken. Die in het minst zwarte gat bijvoorbeeld. Schwarzschild die dat zelfs aan het front heeft gebruikt uh, of heeft uitgerekend van, kijk, dat is... De fysicus Schwarzschild. Ja, fysicus Schwarzschild die, die de vergelijking van Einstein genomen heeft en dat is beginnen uitrekenen Die man had niks te doen waarschijnlijk. Ja. En uh, heeft dan gezien van, kijk, als, als voor een zwart gat bijvoorbeeld, als dat de massa is, dan is dat wat dat de ruimte daar rond doet. Maar de er zijn ook mensen die het idee van Star Trek ter harte genomen hebben, Zijn de, de Warp Drive. Um, dat is inderdaad, we krommen de ruimte, tijd rond ons schip en op een zeer specifieke manier. We doen de bedoende ruimte voor ons schip, krimpen en achter ons schip blazen we die op. En zo creëren we eigenlijk een soort van bubbel, van gewone ruimte, waarin er waar binnenin niks aan de hand is. Mijn schip ervaart ook niet te veel. stil in uw eigen ja, bubbeltje, maar, maar dat bubbeltje dat ja. schiet tegen verschillende keren de lichtsnelheid uh, vooruit. Ja. En dus um, die dingen kan je dus daarvoor kan je de Einstein vergelijking dus ook gaan gebruiken. Um, Alcubierre is iemand die dat gedaan heeft van de broek ook. Er zijn nog een paar. Uh, ja, er zijn, er zijn een paar mogelijke metrieken oplossingen van die vergelijking maar, die ervoor zorgen dat je een, of die een bepaalde zeg maar kijk. Als je dat echt wilt, als je een warp bubble wilt maken, dan is dat de energie die je nodig hebt. Voilà, maar dan komt het uit. Ik denk op massa met negatieve energieinhoud ja, of zo. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk iets wat niet bestaat. Nee. Je moet, om, om die formule te doen klop, kloppen, moet er ergens iets invullen wat niet bestaat. Dat voorlopig niet bestaat. Ah, nee. Ja, voorlopig niet bestaat. Creatief, fysica boekhouden. <laughs> kom op. En dus op basis daarvan kunnen ze eigenlijk zeggen: als dit allemaal klopt, ja. En de warpdrive valt uit halverwege, ja. dan komen deze zwaartekrachtgolven eruit. En die kunnen wij van op aarde zien ja. met onze ja. huidige detectoren. Ze zijn aan het ja. rekenen geweest, en ze hebben gezien dat de, een, 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 gewoon, een, een warp drive die werkt, zendt geen zwaartekrachtgolven uit. Ah, ja. Dus mocht er een, mochten er aliens zijn, en uh, die hebben dat van de eerste keer werkende gekregen, dan hebben we tegenslag. Dan gaan we dat, nooit, gaan we dat zeer waarschijnlijk nooit weten. Maar de testlanceringen? Ja, de testlanceringen, hun SpaceX-fase, uh, uh, ja. die zouden wij als het, in de als, ja, als, het, als het relatief dicht in de buurt qua tijd en ruimte gebeurt, dan zou een LIGO dat qua technische vereisten aankunnen, alleen niet qua frequentie. Dus hij kijkt een beetje in de verkeerde, verkeerde frequentierange van de golf. Oké. Okay. Ja. Um, dat klinkt als man, ja. een hele slechte helpdesk. Zo van, het kan niet, maar als het kapot is, gaan we het u zeggen. Ja, 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 ja. Mijn internet werkt niet. Ja, er is, is trouwens, dat ga ik nog toevoegen, maar dat is, dat is echt voor de, de Uber-wiskunde-fysica-nerds, denk ik, een tijdje, een maand geleden is er een paper gepubliceerd waarbij... Een, uh, 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 waarbij uh, enkele fysici een soort van Matlab-project uh, beschikbaar gemaakt hebben, waarin dat je kunt experimenteren met, met, die, al, met al die vormen van de ruimte. Uh, dat staat op een git. Het heet Warp Factory. En uh, dus als je als, je als wiskundige okay. of fysicus overweg kunt met Matlab en je wilt een beetje een gevoel krijgen van hoe dat zo'n warp drive eigenlijk echt werkt, dan kun je... Niet echt werken. Uh, ja. ja, echt zo werken. Echt zo werken, ja. ja, ja voilà. Want dat, dat, dat gaat gewoon overwerkende de warp drives. Maar, ja, maar ja. dat is heel handig en, ja. voor de leerkracht, want zolang het goed werkt, ziet hij niks. Maar als het fout gaat, dan krijgt hij een teken. Ah, ja. ja. Hoppakee. Ja. Detectie. Voilà. All right. Wij hebben... Hier was geen AI bij betrokken. Nee, dat is waar. Nee. Ah, volk, ja, kom, ja, want het ja, zijn, zijn he? er nog. Ik heb, ik heb ja. snel gekeken, het zijn er nog. Maar het is meer dan de helft. Dat, dat zeker. Ik ga van alle naar meer dan de helft. Alsof het niks is. Uh, goed. Nog een innovatie van de voorbije maand. Er wordt gewerkt aan een app die probeert om uw schermtijd naar beneden te halen door uw telefoon irritanter te maken. Ja. Els, het is geniaal. We zijn full circle. We zitten terug op een Blackberry met smallbond. Internet. <laughs> nee, het is eigenlijk zo. Ze hebben uh, MIT samen met de uh, University of Michi M Michigan. Ik heb erop geoefend, want Prachtig. ik kan dat. Met Mitch, je mocht de teder niet tussen steken. Maar dus de University of Michigan. Dat was nog iets dat circuleerde de voorbije maand. Uh, blijkbaar kunnen uh, schotten de, wo de woorden Purple Burglar Alarm niet achter elkaar uitspreken. Ik ook niet. Par purple bargler alarm. Oh, okay. Purple bargler bar -bar alarm. Bar bar purple bargler alarm. Zo, Michigan dus. Ja, ja. Fij, um, ja, die hebben dus uh, onderzoek gedaan naar hoe kunnen we mensen losvrikken van hun smartphones ja. eigenlijk. He, dus we hebben op dit moment, als je zegt van, goh, ik wil mijn schermtijd een beetje beperken, dan hebben we daar van die apps voor die zeggen, je uur is voorbij, blafte, uh, uh, app dicht, het is klaar. Uh, gedaan. Je krijgt gewoon een beetje een zwart scherm dat zegt, uh, je schermtijd is op, maar je kunt dat afzetten. Voilà, ja, maar maar dat je dan geef, dan doen wat dan ook iedereen doet, want je waart net altijd middenin ja. iets wat dat gaat Uiteraard. doen. Waart. En ik ja. ga alleen even dat afwerken ja. en voordat je het zet weer een uur verder. Hè. Zo werkt dat dan. Um, ja, daar hebben ze nu dus uh, uh, iets op gevonden. Namelijk, je telefoon of je app gaat niet dicht, gaat niet op zwart. Je merkt aanvankelijk niet echt veel, maar het wordt stilletjes... Vervelender en vervelender en vervelender. En om hoe op je, je telefoon is het vervelend. Te zitten. Ze hebben... zitten nu op de trein tussen dist en hassel. <laughs> <laughs> SNAP ik. Ze hebben een paar dingen die ze. Bijvoorbeeld uh, tap delay. Ja. Dus je ja. tikt ergens op. En tuurt dan altijd zo. Oké. Eer dat het iets ik doet. Voel, ik voel het al. Ik voel ja. het al. Ja. Swipe delay. Dus ook zo. als oh. je, ja. En dat wordt ook de hele tijd. Dat begint heel klein, en dat wordt erger en erger en oh. erger. Op den duur is er ook swipe reverse. Dus als je naar beneden swipe, dat hem naar boven gaat. Oh. <laughs> uh, 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 dat je twee keer moet tikken om gewoon te tikken. Of dat je met verschillende vingers, bijvoorbeeld moet swipen. Nu, okay. wat is de gedachte daarachter, blijkt? Um, als je. Het is, het is zo convenient allemaal dat wij daar volledig in meegaan en dat wij ons daar volledig in verliezen. Ja. En als je die convenience een beetje naar beneden haalt, Tuurlijk. dan komt je onder bewustzijn, dan worden eventjes even ergens van achter in uw hoofd terug wakker. En dan beseft je ineens: ik ben hier bezig met iets wat ik eigenlijk ja. niet wil. Fr frictionless is de term. Hè? Elke app die verslavend wil zijn, die probeert frictionless te zijn. Dat je, heb, heb je dat ook al gemerkt dat je iets gedaan had op een telefoon? Je, je sluit je scherm en al je icoontjes verschijnen en je duim heeft op een sociale media geklikt voordat je bewust beslist dat eigenlijk. Ja. Reflexmatig, dat openen. Dat is frictionless. En de bedoeling is vooral, vanaf dat je een app opent, dat je niks moet doen. Niet moet inloggen, niks moet kiezen. Je krijgt onmiddellijk een eerste post te zien. En dan de Instagram-truc... We tonen nu de eerste post. Hoe jij was aan het laden. hij staat nu helemaal onderaan. Je moet hier overal doorscrollen omdat je nieuwsgierig geworden bent. Zeer bewuste tactiek, natuurlijk. Ja, dus dat, dat, dat frictionless is de manier om mensen verslaafd te krijgen aan apps. En deze techniek is eigenlijk, door wat irritatie in te bouwen, terugfrictie... Het is eigenlijk frictie. net het omgekeerde. Het ja, dus is nudging, dus, he, dat ze De techniek zeggen. onderschat nudging? hoe hard ik niet met de buitenwereld wil communiceren. <lacht> <lacht> ik denk dat mijn gsm in brand moet vliegen. En dat ja. ik dan ook zoiets Om... heb van... Ah, weet wat, als ik hem van hand naar hand gooi... <lacht> <lacht> Op den duur begint hem ook zo de hele tijd te lokken. Dat je hem me helemaal de hele tijd terug moet onlokken. Maar, maar is dat... eigenlijk bij u hier doen, eigenlijk bij u zou er een app moeten hebben. dat hoe meer dat op je scherm zit, hoe vaker dat mensen nu komen aanspreken. Ja. Dat, dat zou heel goed werken dat voor ja, Oké, okay, ik snap het. Maar, maar is het een aparte app of is het, pakt het hele besturingssysteem op? Ja, het, zit, uh, het is een soort laag tussen um, uh, de input die jij geeft en de software die erachter zit. Een soort van accessibility layer waarschijnlijk. Die hij is over, nog niet over, uit. Mag je over nee, nee, over dus nee, nee, nee. nee. Het is op nou, Apple, op uh, Apple gaat dat al niet gaan, tenzij dat ze ja, hem zelf lanceren. Ja, het is dat. dat, dat ja. En hij is nu het onderzoek. In onderzoek gebouwd, maar hij is nog niet uit. Het heet Interact Out. En ja, voilà. Dus het is. Uh... Oké. Okay. Ik, maar... ik vind het wel heel interessant, wat inderdaad, zo, allee, hey, je bent bezig, je bent een artikel aan het lezen of zo. Allee, mijn schermtijd is op. En dan zetten we dat gewoon terug aan. Maar in dit geval kun je gewoon verder lezen. En je merkt gewoon, als je weer het naar het volgende wilt springen, ah, maar, dat ik, dat dan patanter wordt. Ik denk, zo Instagram, zo Altmaar naar beneden gaan en zo denken van, alleen nog iets, ah, dat is ook nog wel boeiend. Als je dat wat irritanter maakt, kan ik volledig snappen dat je stopt. Bij andere dingen, ja, waarschijnlijk ook. Bij spelletje, ja, een spelletje dat, dat slecht begint te reageren, dat is in helemaal de, is, om het net ja, te wel, in de, in de PowerPoint die ze ervan hebben, uh, deden ze het allemaal voor met een soort van bubbleshooter. Hmm. En ook zo bijvoorbeeld, op den duur wordt je uh, aanwijsding minder nauwkeurig. Dus dan tikte ergens en je tikte er eigenlijk zo'n klein beetje boven of onder. Ja, dat is dus dat is voor eigenlijk... kapot te gaan. Dat is gelijk de... je like, een nummerplaat ingeven op de parkeermeter. Ja. Wordt dat plots. Ja. Dat, dus de, de windows phone was zijn tijd ver vooruit eigenlijk. Voilà. Oh, okay. ja. oh, zeg, zo ik, zou zou dat, niet. ik zou dan vervolgens vier uur bezig zijn met het de debuggen, wat dat er mis is. Dat zou ik installeren op mijn gsm. Maar ik heb daarmee heel veel technologie. Dat is waarschijnlijk een soort van tekstje van mij. Als er iets niet reageert zoals het moet reageren, wil ik, ik weten waarom dat is. Ah. Waarom ah. dat is. Waar andere mensen zo schouders ophalen en zeggen van leert oh ja, het zelf, wel... hè. Soms niet... doen computers raar. Ik heb dus zoiets van, nee nee, computers doen niet. Soms is raar. Die doen A of die doen B. Ja. Ja. Ik ja, hoor ik mijn vader weer. Ja, het, 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 het is niet de computer, het is het ventje. Ja, het is het ventje. Ja, ja. Maar het is niet niemand anders. Zet dat op uw GSM normaal gezien. Hè. Je doet dat zelf, hè. Dus ja. je weet ja, maar, wat dat er aan de hand is, hè. Ja, maar, dat, ja. maar Jeroen, je, zou, je, je wil niet weten. Ik denk als computerwetenschapper wilde niet weten hoeveel mensen dat er zo Standaard amputante dingen. Eigenlijk pop-ups die alle ja. keren komen als je je computer opstart. En waar je gewoon al van gewoon bent. Ik moet drie seconden wachten, dan wegklikken. Dan staat die een reminder daar. Ik klik dat weg. En dan dat werkt dat niet meer, maar dat is geen probleem. En jij zult daarnaast staan, echt schreeuwend. naar dat ja, scherm, ja. los dat op. Want meestal zijn dat dingen die in drie kliks opgelost zijn. Maar mensen willen de moeite niet pakken om, om te gaan uit. net is bij een nauw mens geweest. En zijn computer duurde heel lang om op te starten. Maar die computer startte erop in 30 seconden. Er waren gewoon zoveel foutmeldingen. En hij was vervolgens 20 oh. minuten bezig. Met met die allemaal zo net naar de rand van het scherm te slepen. <Gelijks> oh. Ja, zichtbaar. Wauw. Prater, prater. Ik wil ja. nog even zeggen: er zijn hier dus uh, zo met, met niet heel veel, maar toch met een paar proefpersonen testen rondgedaan. Het zou inderdaad beter werken dan gewoon van die apps die, die gewoon uitzetten. Maar vooral waar dat de grote winst zit, die apps die zo gewoon je een app uitzetten of zo, die zet je zelf uit. Ja. Die ja. worden doorheen de dag al. In het grootste deel van de gevallen gewoon... Weg, weggeklikt, terwijl dat dit meestal bleef opstaan. Ja, je kunt het ook afzetten, ja. maar de mensen dachten van, ja, maar ik weet dat ik eigenlijk moet stoppen. Ik, voilà. nog, ik weet dat het dan betand is, maar ik ga nog even... En je dan, hebt niet ja. het gevoel dat er iemand zegt, ja, mama zegt dat het nu gedaan is. Ja, 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 nee, ja, je ja, hebt so va. van, ik heb dit zelf ingesteld en het is waar. Het mama begint begin gewoon zo met je duim tussen je ribben te poken. Zo. Ja, het is dan genoeg. Hè? Het is dan genoeg ik op wil het dat voor mensen die te lang tegen mij aan het babbelen zijn, babbelen <laughs> zijn dat is wel langzaam maar zeker zo'n soort van halve broer te krijgen en over hun woorden beginnen struikelen. <laughs> Nee, dat gij het maar irritanter wordt voor hen. Ah, dat, dat is sowieso, dan al gelukt. Dat is al <laughs> Je kunt dat niet afzetten. Uh, dat was alweer nieuws zonder AI. Dus uh, mijn belofte What? is hier helemaal oh, uitwegbaar. Volgens mij zit daar toch een trainingsalgoritme: iets van We ja, ja, gaan nu schijnlijk. niks zeggen, nee, maar liegen scher. <laughs> ah, ja, maar ja, ah, je ja. van de waarheden ja. beticht. Ik heb er al één oh, gevonden. Oh. Als, het, uh, als het niet met AI is, gaan ze toch geen funding vinden. Nee, uiteraard. Nee, maar. Uh, maar om dat goed te maken, doen we nu een AI-blokje. Yeah! AI, 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 AI. Is het een zegen op onze grootste bel? AI, Of is het de ondergang van de Is het de toekomst? AI, Artificial intelligence. Alright, we gaan beginnen met Generative AI. Dus AI die afbeeldingen of tekst kan maken of vele andere dingen. Er zijn een paar image generators. Dali van OpenAI, Stable Diffusion is er eentje, en Midjourney. Dat zijn, en, de, dat zijn de, drie bekendste, ja. de drie bekendste. En Kurt, Stable Diffusion 3 is uit. Ja, dus um, de, de twee andere die je opnoemt, en, en je hebt ook nog Firefly van Adobe, waarbij je geen Photoshop en zo. er zijn een aantal, maar die zijn redelijk um, gesloten. In de zin dat, uh, ofwel moet je dat via een online service gebruiken, gelijk Dali of Midjourney via... Je kunt niet aan de broncode. Je kunt, ja, je kunt sowieso niet aan de broncode, maar je kunt het ook niet lokaal draaien, en je kunt ook ah. niet tunen. En Stable Diffusion is daar eigenlijk een uitzondering op, dat het getraind model um, wordt ter beschikking gesteld. En um, je hebt wel een beetje technische kennis nodig, of er zijn programma's die voor ontwikkeld worden, waarbij dat eigenlijk lokaal op je eigen machine draait. Heel het nuraal netwerk? Staat... Uh, het getraind model. Het getraind je... model, ja. Ah, ja. Dat is, dat, okay. is, dat is een file van 6, 7, 8, G, 9 gigabyte die je moet downloaden. Een ja. matrix met ja. Ja, ja. Voilà. Ja, ja. Ja. En ja Een Excel, zoals Jeroen zou zeggen. Um, en dus, dat was het toffe aan Stable Diffusion, is dat dat zowel zo binnen de community wel heel tof was, omdat er uiteraard heel veel mensen daarmee aan de slag gingen. En bijvoorbeeld hebben we een tijdje geleden in de podcast iets gehad over zo QR-codes die zo heel artistiek waren. Ja. Dat was iemand die extra transformers en andere stukjes voor en na die een Stable Diffusion gebou gebouwd had. Een mooie tekening met donkere vlekken die je kon scannen als een QR-code. Ja, voilà. Dus, dat, dus de, het, het heel custom tunen en het fine-tunen, dat, dat is eigenlijk een beetje de kracht van Stable Diffusion en heel de community daar rond. Ja. Ja. Om nu de, mijn pessimistisch hoedje op te zetten, terwijl normaal is dat... Jeroen, hè, Jeroen is bij het kop, hè, als het over jij gaat. Maar eh, is, is dat dan ook de... Uh, image generator waar het misbruik mee gebeurt. En de, uh, de... Voilà, dat is een heel goed bruggetje, want we gaan direct naar Stable Diffusion 3 en wat dat ze eraan proberen gedaan hebben. Met misbruik bedoel ik ja, uh, 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 deepfake porno, fake porno, porno en, uh, kinderpornografie zelfs, en, 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 een heel en, en heel veel copyright infringement voilà. en heel ja. veel dat soort dingen. Mentally unstable Diffusion. Om... Ja. <laughs> ja. Maar dus Inderdaad. omdat je al, al die, dat wordt allemaal afgeblokt door um, uh, OpenAI in DALI. Maar ja. als je het lokaal kunt draaien, kun je de guardrails proberen ja, het, het gaat er te doen, natuurlijk ja. een beetje aan aan wie is liable, I, wie is er verantwoord ja, daarvoor. Um, en net zoals alle andere AI's, AI evolueert en wordt groter. En zo ze hebben nu een volgende stap gezet van, van Stable Diffusion XL, was de vorige versie Gaan ze nu naar Stable Diffusion 3, um, met ja, een gigantisch aantal uh, parameters erbij, uiteraard. De, ja. de Stable Diffusion XL heeft uh, 3,5 miljard parameters. Stable Diffusion 3 heeft er 8 Maar parameters... Ik vind het moeilijk in een neuraal netwerk. Het gaat hem niet over het aantal knooppunten, het gaat hem niet over het aantal verbindingen, het gaat het hem over aantal... het aantal cijfers, dus ja, en biases. Ja de, de complexiteit in het algemeen. Van... El, elke verbinding tussen twee neuronen zou drie of vier parameters kunnen hebben. Dat zou kunnen. Oké, okay, ja, ja Je zou kunnen zeggen dat parameters de expressiviteit van het model, ja, de complexiteit aanduiden. weergeven in de okay, black Ingeborg. box. Ingeborg. Ja, zo, ja. <laughs> maar zeg het nooit zo tegen uw modellen. Ja. Dus een, weer een pak groter en zo Z verder. We hebben dat woord niet graag. Nee. Zij, zij noemen het eigenheid. Oof. Ja, ja. <laughs> Ja, dus weer een pak groter. En ook, wat dat is dan natuurlijk um, van, van Stability AI, dat is namelijk het bedrijf erachter um, ook dacht van, ja, dat wordt lokaal gedraaid. Dus ja, we gaan nu een groot model op de markt brengen. Niet iedereen heeft een topcomputer, weet je wel. We gaan er ook wat versies van maken die kleiner zijn, die dan minder ja, ja. complex zijn, die je kunt draaien. Dus eerste reactie van iedereen, kei tof Ja, er is een nieuwe versie, we kunnen verder gaan spelen. En dan, er werden ook heel veel dingen beloofd. Bijvoorbeeld tekstgeneratie zou veel beter zijn. En dat bedoel ik dat niet tekstgeneratie, nee, maar dus de tekstgeneratie in een te Teksten die in een afbeelding ja. staan zijn bijna altijd gibberish, ja. Ja, ook realisme in detail zou beter zijn. En vooral, omdat ze hadden gemerkt bij de concurrent van Dali, waar is Dali heel goed in, zeker omdat hij samen met, uh, vanuit OpenAI, samen met ChatGPT werkt, in het eigenlijk interpreteren van de prompt die een gebruiker geeft. Die de prompt nog een keer herformuleren. Ja, die prompt nog een keer herformuleren, zodat dat zo optimaal mogelijk en dat hij met ah, de context ja. zo goed mogelijk krijgt. Nou, dat was Stability AI, hun product, namelijk Stable, Stable Diffusion, was daar niet zo goed in. En bij dit zou een betere verbetering zijn. En uiteraard, hetgeen wat altijd een probleem is, hoofden en handen. Die zouden realistischer worden, want dat is altijd zo: ja. zes vingers en zo mijn toestanden. Hoogfrequent detail, dat is moeilijk. Ja, hoogfrequent detail. Um, dat waren de beloftes en toen kwamen de problemen. Want okay. wat dat Stability niet gezegd had, ei, niet initieel, maar daarna wel, is dat ze er filters in gebouwd hebben. Niet filters aan zich, maar ze hebben eigenlijk met een red flag team, hebben ze eigenlijk wat ze gemaakt hadden heel hard laten testen om die content, zoals dat je zei: de content van ja, de naakt en die en, deep uh, notes co ja. en, en uh, copyright infringement en zo, om daar allemaal tegen te gaan. Eigenlijk van geen bekende personen, geen copyright met copyright en zo meer mogelijk maken. En daar is het een beetje fout gelopen. Mm -hmm. Want als je nu um, in stable diffusion. Tekeningen maakt en de hele simpele moet maar op Reddit zijn er gigantisch veel threads over. komen in de show notes. Ja, of ja. well, in de show notes. Bijvoorbeeld Woman Lying on Grass. Die heb ik gezien, ja. ja. Wat, een zeer, ik Wat? Heb een, ja. Wat een zeer eenvoudige prompt is. Uhm, ja, dat is gewoon uh, gruwelijke dingen dat eruit komen. Geen, geen echt Geen horror... Nee, het, het, is, het is horror zo mee. Het is zo'n owollend trui en waar normaal haar benen eruit moeten komen, ja. komt de onderkant van haar gezicht oh, eruit. Wow. Misvormd. Ja, ja. ik, ik heb hem lokaal draaien en daar net nog een keer getest. En het is horror dat eruit komt. En dat komt door die ingebouwde beperkingen dat ze erin gestoken hebben. Omdat het systeem denkt: van hoe, er is hier iemand die aan het maken wil doen. Terwijl eigenlijk het eigenlijk een zeer onschuldige prompt die gegeven wordt. Ja. En het systeem draait, draait kadoel en genereert echt heel slechte output. Oh, dat vind ik daar wel heel boeiend aan. Want op het moment dat jij dat zei, want ze gaan filters inbouwen hè, om, om bepaalde output te vermijden, vroeg ik mij af. Op waar waar doet je dat? Op welke laag? Alleen waar gebeurt dat? Niemand weet juist concreet hoe dat ze dat gedaan hebben. Ik denk dat ze het getra getraind model op een bepaalde manier in de klets gegeven hebben van deze <laughs> richting moet niet uitgaan. En dan dacht hij, oké, okay, dan doe ik het helemaal anders. Ja. Of zo. Maar het is echt van Google Deep Dream geleden dat ik nog zo'n uh, ja. horror, psychedelische ja. horror is eigenlijk. Hè? Ik vind dat allemaal gelijk albumcovers van Efex Swin zouden ja, kunnen zijn. Ja, exact, exact, Richard D James. Zeg, maar, Die zijn um, een vormgever is eraan ja. voor de moeite. Ja, en, en, en ja, was. Wow. Stability is het bedrijf daarachter. Wat ja. is hun verdienmodel? Waar... Ze hebben ook met deze nieuwe versies om het dus de, de Stability Fusion 3 Medium omdat ze ook gedacht hebben van ja, het zijn ook minder krachtige computers we maken ook kleiner modellen. Dat is nog gratis te downloaden. Ja. Maar om het volledige model, het grote ah, ja. model okay. dat moet je nu tegenwoordig betalen ook maar kijk, Stable Diffusion 3 is uh, uit. Er wordt enorm mee gespeeld op het internet. En uh, de, ja, de tofste mislukkingen en de vreselijkste mislukkingen, die kan je online allemaal bekijken. Het antwoord op van hoe verdienen u hun geld is voor heel veel AI-startups momenteel trouwens niet. Natuurlijk. Uh, dus, ah, ja, ja, ja. Er zijn heel weinig AI-startups. Als, als je de, de Microsoft en daarover later meer buiten beschouwing laat. Maar mensen die echt van AI hun core business gemaakt hebben. Er zijn momenteel nog maar heel weinig bedrijven die dat kunnen aanbieden op een manier dat het voor hen winstgevend maakt. En het goed. door, door VC-money aan... Ja. Venture capital aan het verbranden zijn. En een, het heb het goed dat de investeerders ook een beetje... Paniek is misschien wat veel, maar dat er toch... Ja, de dot-com-bubbel ja. wordt al heel lang gezegd. Van let op met, met AI, want dat gaat misschien dot-com-bubbel zijn. Maar er was nu... Er, er gaan vele geluiden rond. Maar hoe? een ding die je heel vaak hoort is... Wie wordt er heel rijk van AI? Dat is Nvidia. Ja. Want, is, zeggen ze... tijdens de label? Nee. De... De... Uh, NVIDIA ja, de, de... de grafische kaart. kaart ja. En wat wordt er gezegd? Tijdens een goldrush moet je geen goud gaan zoeken, maar je moet schoppen en je willen verkopen. Dan wordt je rijk. En dat is wat NVIDIA doet. Hè? Ja. NVIDIA, die hebben ze allemaal nodig. En een van de mogelijke um, economische ramps, een van de mogelijke bubbels die kan barsten, is... Er is een enorme vraag naar die grafische kaarten, omdat er zoveel kleine start-ups zijn die op... Ja, die eigenlijk op krediet van Venture Capitalists miljoenen aan het verbranden zijn om AI te trainen. En er zou kunnen een soort um, sneeuwbaleffect komen als die beginnen te vallen, dat die grafische kaarten opeens terug op de markt komen. Ah ja. En dus dat er opeens wel een overaanbod is. Ik weet niet hoe realistisch dat is, want Sam Altman heeft al gezegd als je mij tien keer meer compute kunt aanbieden, koop ik het onmiddellijk, omdat ze... Zulke zotte grote dingen wel. Een bol. Het is allemaal economie, dat zegt Kiku. Hij uh, Wel ja. Dat en is, niemand jongen. heeft een kristallenbol. bol. Nee. Enfin, wel. Of een maar ze diploma doen. economie. Ja, bijvoorbeeld. Jawel. Ah ja, jij wel Kurt. Ja, ah, ja kijk. En waarom zeg je niks? En waarom doet er niks mee? Ah ja, ja wow. het is allemaal uw schuld. Ja. Alright. Uh, <laughs> verder in het AI-nieuws. Uh, er was een fotowedstrijd voor ai gegenereerde foto's. Mm -hmm. Maar er was een klein schandaal. Eén van de winnaars. Bleek een echte foto te zijn. Pom, pom, pom. <laughs> Ja, waarom? Kurt, hoe? Miles Astray is een fotograaf. Okay. En die had een, uh, en we gaan hem in de show notes zetten, eigenlijk een hele mooie foto getrokken van een flamingo zonder hoofd omdat de hoek was goed en de flamingo keek een beetje achteruit. Het was een levende flamingo. Is opgepropt is op zijn nog... pootjes. Ja, maar gewoon door, de, door de, de kadrage en door de hoek van, van kijken leek het alsof die flamingo geen hoofd had. En ik dacht van, dat is een toffe foto. Ah, er is een AI-wedstrijd. Wat kan AI niet? Ah, goed dieren ik ga hem insturen. En hij is gewonnen. Allee! Spijtig genoeg is hem daarna wel gedisqualificeerd, omdat het een echte foto was. En dat is zo heel... Grappig op een manier, omdat het, ja, de wereld is volledig omgedraaid. Ah, ja, voilà. Ja, ja. Nog? Maar hij is aanvankelijk ook aanvaard. Ah ja. ja. Maar um, was, het, was het voor hem een statement voor de fotograaf? Of wou hij echt de prijs winnen? Of hoe, uh... Nee, ik denk het niet. dat had dan wel, zo, het had wel een nooie, mooie naam voor de foto, ja. namelijk Flaming Gone. Maar dat, het de de gone, dan dat maakte het heel grappig. Flaming Gone? Ja, yeah, <laughs> Flaming Gone. Hij yeah. okay. ziet zo'n furry bol op twee poten en ja. daar staat Flaming Gone bij. Ah, ja, voilà. ik, ik denk wel dat de caption ook meegespeeld. Okay. Ik verwaar het, een jaar geleden hebben we het omgekeerde gehad. Een ja, wedstrijd ja, voor ja. echte foto's waarin dat er een AI-foto ja, gewonnen heeft. En ja. toen was het wel een statement van de fotograaf van, ja, ja, ja. aha, op de uitreiking, dat kan toch niet. Ik, heb, ik heb er niet veel mee. over gevonden, maar ik denk niet dat je dat, gewoon dacht, ah, moeten nou, wij ook nou. gewoon een keer meedoen en zien wat geeft. Sus die een AI-foto die in een echte wedstrijd gewoon had, was uh, uh, portretfotografie. Ja. En daar is AI heel goed in, omdat ja, als het nu gaat over trainingsdata op het internet, nou, no, foto's. gezichtjes... Eh, daar hebben we genoeg daar staan. Hè? Dus ook maar, bij, maar ik ben... bij oude foto's kunnen, kunnen er wat details vaag geworden zijn door het fotoontwikkelingsproces. En dat is ja. vaak niet hyperscherp. Maar, maar ik was van aan het denken, want bijvoorbeeld met Stable Diffusion kun jij perfect een foto als input geven, daar een prompt bij geven. En kun jij, afhankelijk van de configuratie en de parameters kun jij zeggen hoe hard dat je moet afwijken van die inputfoto. Okay. Stel het, uh, dat je dan nu zou doen en gewoon afwijken, nul. Output. Oh, ja. ja, is door jou ja gegaan. Ja. Dat is zo dat er veel Amerikaanse bedrijven nu al mee aan het schermen zijn. Uh, een of andere rechter heeft onlangs geoordeeld, en ik weet niet op welk niveau, dat een output van zo'n generator nooit gekopyright kan worden. Want dat is gemaakt door een machine, daar waren geen mensen mm -hmm. bij betrokken. En nu zijn er al bedrijven die zeggen van, we pakken de output van die generator, we veranderen ene pixel lichtjes van kleur, en voilà. Het was een collaboration tussen mij en de machine. <laughs> dat was onze creatieve de ingreep. Ja, voilà, inderdaad, ik heb samengewerkt met dit. Je uh, hebt het uh, nu uh, je op zijn kant gelegd, ja, hoe heeft het betekenis? Uh, ja, ik niet. <laughs> <laughs> yes. dag, dag fans <laughs> ja ah hier ja als het gaat over generative AI dus generative AI die afbeeldingen kan maken hebben we veel gezien die tekst kan maken zeker met met ChatGPT maar er wordt nu gewerkt aan generative AI die bijvoorbeeld medicijnen voorspelt wordt gedaan door Demis Hassabis de oprichter van DeepMind die dus echt met generative AI probeert te kijken bij die ziektes moeten dit soort eiwitten geïnhibeerd worden door een molecule of een antilichaam en die AI die probeert virtueel vormen uit en die Is dat ook een gevolg van zo die eiwit uh, ontvouwen toestanden? Ik, dat ze nu eigenlijk nog beter weten dat ze... Ik denk dat dat er... Ja, ik neem aan dat hij voortbouwt inderdaad op, default, op, ja, uh, op, op alpha Fold hoe dat die, hoe dat die, eiwitten, die eiwitvormen kan berekenen mm -hmm. in plaats van onderzoeken. Maar er wordt blijkbaar ook generative AI gebruikt in de materiaalwetenschappen. Ja, we hebben het al een keer behandeld zelfs, podcast. Uh, ja. En oh, waarover ging het toen? Uh, een hele hoop materialen die ontwikkeld waren. Oh, yes. Geleiders, ja, geleiders. Ja, voilà. ja, inderdaad. En nu is er de uh, voorbije maand is er een magneet zonder zeldzame aardmetalen. Dus een permanente magneet ah. zonder zeldzame aardmetalen berekend door AI, dus virtueel verzonnen. Die gaat echt gaan kijken van... Als die atomen nu op die manier staan, dan gaat dat magnetisme zo en zo reageren. Um, en ja, op zich wel groot nieuws, want het, is natuurlijk, het zijn natuurlijk die zeldzame aardmetalen mm -hmm. die zeldzaam zijn, zowaar mm -hmm. en die de prijs enorm opdrijven. Ze, uh, ze noemen het materiaal magnex... En het zou één vijfde van de prijs zijn. Want, dus dat, dat was mijn vraag. Ze, was ze dat zit dan... erin in plaats van aardmetalen? Want als dat zo gelijk mensenlevers zijn, <laughs> of zo, dat dan staan we even ver. Hè. Ja, nee, dat, dat, dat stond er niet bij. Ik denk dat dat nog, uh, dat dat nog maar bedrijf... Maar nou, ja. kunnen Stukken ze dat voor... dan effectief maken, ook dat materiaal? Want ja, ja. Dat is dan echt op moleculair of op atomair niveau dat ze die... Nou, we, hebben daarover gehad. we hebben het erover gehad toen dat, dat zogezegd, was dat K99 of zo, dat materiaal? Ja, dat, dat, ja. supergeleider ja, bij kamertemperatuur, ja. ja. Want toen um, waren er een hele hoop materiaalwetenschappers die dat materiaal gingen simuleren in hun modellen en die dan echt gaan kijken, van, ja, hoe gedragen die elektronen zich? Wat zijn de, de valentiebanden, heet dat dan, denk ik? En uh, het magnetisme en dat soort dingen. Dus je kunt blijkbaar heel veel simuleren tot op moleculair, atomair, kristalrooster niveau. Waar dat je eigenschappen uit kunt, uh, kunt afleiden. En, en, en weten we wat er hier AI aan is? Want je spreekt nu over simuleren. Hè? Wat ja. je klassiek eigenlijk ook kunt doen, omdat je de wetten van de fysica kent. En zegt van oké, okay, ik, ik, ik ga die moleculen zo en zo arrangeren en zien wat dat een magneet oplevert. Maar hier is er dus iets anders. Er zit een neuraal netwerk tussen. Ja. En... Dus net zoals bij Image, image Generating, wat doe je? Um, je, je toont een neuraal netwerk enorm veel afbeeldingen van katten en je okay. zegt: probeer keer iets gelijkaardigs te maken. Ja. En je laat die dan miljoenen keren proberen en je zegt altijd wat er wel en niet op een kat lijkt. En dat ding past zijn eigen aan om zoveel mogelijk dingen te maken die wel op een kat lijken. Dus dit heeft waarschijnlijk een database van een hoop materiaal-eigenheden gekregen: wel magneet, niet magneet. Ik denk, het, en de, ja. En de, en, de, en de moleculaire of atomaire inhoud. Ja. Ja. Zo is, zo is die generative AI die eiwitvormen kan voorspellen ook getraind. Je laat een enorm neuraal netwerk alle eiwitvormen die al bekend zijn zien. En je zegt van: kijk, vanuit deze keten van aminozuren is deze vorm gekomen. En je laat die een neuraal netwerk maken. En dan is het black box-principe. Op een bepaald moment kan die blijkbaar ook andere eiwitvormen voorspellen door de complexiteit van het netwerk. Maar waarom? Dat weten we niet. Wat we zeer geoptimaliseerd hebben, blijkbaar, is uh, het. Voorspellen van het curie-niveau. Uh, uh, Sorry, ja. de curie-temperatuur curie van een curie materiaal. Ja, wat is ja. de curie-temperatuur? Ik wist dat zelf persoonlijk niet. Ja. Uh, het materiaal waarop dat. Uh, de temperatuur waarop een materiaal zijn magnetische eigenschappen verliest. verliest ja. Ja? En waarschijnlijk, als je dat optimaliseert om dat zo laag mogelijk te krijgen, want ja. je wilt niet dat je materiaal enkel werkt ah, bij een ja. belachelijke hoogte, een belachelijke laagte, ja. zijn ze op een soort van mix gekomen en ze zeggen dat ze een testmagneet gemaakt hebben met cerium, zirconium en ijzer. Dat, ah, uh, maar dat is, wel, dat is wel indrukwekkend, want een fase Overgang in een materiaal voorspellen als je dat materiaal nog niet kent. Ja, dat, ja, ja. dat is een heel complex, een heel ja, complex ja. ding. Wauw. Wat Curie-temperatuur um, is eigenlijk een, allee, is niet bekend in de brede bevolking, maar dus als, als je een magneetje naar je het heeft in, in de, code de code van Koppels. Ja, eigenlijk is het gewoon: je hebt een permanente magneet. Um, en als je die inderdaad verwarmt tot op een bepaalde temperatuur, verliest die zijn magnetische kracht. En sommige krijgen, als ze afkoelen, die magnetische kracht terug, en andere zijn permanent geen Kapot, permanente man, magneten meer. Geontmagnetiseerd. Ge Geontmagnetiseerd. Geontmagneting. Ja, uh, maar uh, op zich. Intuïtief is het ook wel logisch, want wat is een permanente magneet? Al die kleine magneetveldjes van die uh, atomen daarin, die zijn geallineerd. Voilà, die staan allemaal in dezelfde richting, waardoor dat een groot magnetisch ding krijgt. En wat is temperatuur? Net er is ruis, chaos. Voilà, het trillen en de ruis Uiteraard. in die atomen. <laughs> en dus vanaf een bepaalde temperatuur zijn ze niet meer geallineerd. Komt de chaos. En, en dan we dat vind ik wel het straf, want je kunt dat zo met gewoon metaal kunt je dat ook een beetje doen. Als je zo bijvoorbeeld een, een mes of een schaar of zo en je vrij, of een schroevendraaier wordt daar vaak mee gedaan en je wrijft erover ja, met ja. magneet, dan zijn er eigenlijk te weinig magnetische krachten erin. Dan zitten je eigenlijk al die elementjes in dat ijzer aan het aligneren. Maar je hebt ze van die gezien, magnetiseerders. Ja. En, en demagnetiseerders ook, ja. ja waar dat dat je zo, zo je schroevendraaier een beetje heen en weer in kunt doen en dan, uh, dan Heel is, handig. Die, is die magnetisch. No in Je windows. je elektronen aan het kammen. Ah, ah, ja, dat Gaan we de goede kant op. Voilà. Ja, en dan hebben ze dus een beetje magnetisch tip op, op je schroevendraaier. All right, maar kijk, dus generative AI doet ook aan materiaalwetenschappen. Het is een beetje een constante van de voorbije maand, uh, uh, Jeroen, dat alle bedrijven willen heel snel zijn met een AI-toepassing en ontdekken even snel, oei, dat was nog wat te vroeg. <laughs> hey, dus, uh, dus dat is echt... Iedereen denkt van, we moeten bij de eerste zijn, we moeten bij de eerste zijn. En heel vaak met chatbots en ze lanceren van alles en dan zien ze van, oei, er komen gekke dingen uit. En in testfase is het allemaal plezant, maar er wordt heel veel ook geïmplementeerd dat eigenlijk zou moeten werken. Uh, de McDonald's heeft in Amerika 100 AI-praatpalen vervangen door mensen. <lacht> <lacht> so we, we, we pakken hun jobs weer af. Ja. AI-praatpaal. Er staan hilarische filmpjes online van mensen die tegen een paal aan het praten zijn. Die zomaar verkeerde dingen blijft antwoorden. Ja. Kip-nuggets bleef. Ik wilde karamel en milkshake willen. En dat ding antwoordde ze verduidelijk. Oké, okay, twintig keer extra boter. <laughs> <laughs> maar het grappige is: het is hier niet generatieve AI. Dus dit is eigenlijk een beetje old school spraakherkenning. is sprake, spraakherkening. Spraakherkening. eigenlijk een serie voor de McDonald's. Ah. Ja, spraakherkenning die blijkbaar niet goed genoeg werkt. Het was denk ik een service van IBM dat ze gebruikten. En er waren te veel voorbeelden van mensen die daar. Dingen bestelden, vind... vaak is ook een drive-through dat in een context van uh, motoren die ja, draaien, tuurlijk. geluidskwaliteit. Daar was de verdediging van: kijk, het is vaak gewoon niet, niet goed genoeg om iets op uit te maken. Mm. Dus ze hebben het moeten terugrollen. Ik vind echt dat die mensen die daar zitten, dat vanaf nu gewoon ook moeten beginnen doen. Gewoon zo van: als de computer dat mag, ik ja. ook. Gewoon nonsens intikken op uw computer. Goed, ketchup op vanille ijs, geen probleem. Ja. U hebt gevraagd poort open. Nog nope. dus chicken nuggets een erbij. Een fragmentje van het geluidshuis uit een van hun luisterspelen? Ja, ik, ben nu, ik denk dat is even mailslaarzen. Er zijn andere fastfoodketens aan, aan het spelen met AI. Ik zag wel langs een presentatie van een of ander, ik wil niet zeggen pizza, hut, maar zo'n of ander ding, dat ding is. Die zeggen van wij gaan AI toepassen. Als je online een pizza aan het bestellen bent, maar je hebt nog niet op order geklikt, dat we die pizza al maken omdat wij redelijk zeker zijn dat je die waarschijnlijk gaat bestellen. En de reactie oh. van iedereen in de zaal was van. Dat is niet AI dat je daarvoor nodig hebt. Net, dat is nee, want AI. Ik, ik, doe, ik doe dat heel veel, zo'n bestelling net niet afronden, ja. omdat ik besef van, impuls aan koop, dat van dat beer, impuls aan Maar dat staat dat al wel allemaal open. Ik heb mijn gegevens zelfs al ingegeven. Ja. En ik weet zelfs al, heb ik niet op next gedrukt. Ja, ze hebben het, hè. De ze de hebben pizza, het gelezen. Met de pizza uit, ze hebben al twaalf pizza's zelf gemaakt. En jij dat nee, boterhammetjes vanavond. Nou, toch niet. <laughs> toch niet. Yes. Uh, ja, Taalmodellen die zeer overtuigend praten, waardoor mensen denken dat die ook heel goed kunnen redeneren. Dat is ook een klassieker. En eentje die nu weer circuleerde was: um, als je aan die toptaalmodellen zegt: dit is Anne. Anne heeft drie broers. Elk van haar broers heeft twee zussen. Hoeveel zussen heeft Anne? En blijkbaar lopen die daar allemaal op vast. Ja. Dat die ofwel zeggen... Ah, maar zij behoort tot dezelfde familie als die broers. Dus zij heeft ook twee zussen. Ofwel dat die zeggen... Zij heeft drie broers met elk twee zussen. Dus zij heeft zes zussen. En dat is heel typisch, omdat... Ja, een, een taalmodel heeft heel vaak gezien... Drie keer twee... Ja. Je hebt drie dit, ze hebben elk twee dat, dus dan zijn het zes. Dus die, die heeft dat patroon enorm vaak gezien. Dat is daar zo wat ingesleten, om het zo te zeggen. En dat heel specifiek geval van... Oeh, maar je bent eigenlijk zelf een sibling ook... Dat zit gewoon. Dat patroon zit zo weinig in die training. Wat, dat, wat dat ook is... heel interessant is, is heel bekende dilemma's. Ja. Uh, voeden aan het model en in en één zin ja. een beetje aanpassen. Typisch en dan de... gaat die luige wijze... Oh, dit heb ik al ja. heel veel op het internet typisch gevonden. De, de, boten, de rivier oversteken met de boot. Ja. Typisch, je hebt een uh, konijn, een, uh, een Krop Sla en een vos. Hoe gaat alles veilig aan de overkant? En dat is dan typisch zo'n antwoord dat je een paar keer moet oversteken en dingen terug meepakken. Maar als je gewoon vraagt van ik ben een Vent, ik heb één boot, ik heb één schaap, en we willen allemaal aan de overkant geraken. Dan begint dat ook echt een waar? hele... Anders ja, 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 omdat... komen daar vossen en ja. kippen aan te passen. Echt... Of, eh, ook, ook een leuke, je kent allemaal het Monty Hall problem. Het typische voorbeeld van, je zit in een gameshow... Ja, en achter... dat gaan we even moeten uitleggen eerst. Eh, oei. Monty eh. Hall... Mon ja, ah Monty ja, ja Hall. de deuren. Monty Hall problem. Je staat in een quiz. Je hebt gewonnen. En de presentator zegt, hier zijn drie deuren. Achter één deur zit een sportauto. Achter de twee andere deuren zit een bloemkool. Kies maar een deur. En jij kiest random één deur van die drie... En dan zegt de presentator voor dramatisch effect oké, okay, je hebt nu deur A gekozen, maar weet je wat? Ik ga speciaal voor je deur B al een keer open doen om te laten zien dat er hier een bloemkool ligt. En de statistische vraag is dan moet je wisselen van deur? Heb je meer kans als je wisselt van deur? Heb je meer kans als je bij je keuze blijft? Of maakt het niet uit? Instinctief zeggen veel mensen het maakt niet uit, maar je hebt meer kans als je wisselt van deur. Mm -hmm. Dat is weird, uh, dat is raar. Lees daar eens over. Ja, maar wat voilà, kunnen dus, kun we dus nu, kans. als je aan, aan zo'n model vraagt? Van, je zit in een talkshow. De presentator van een talkshow is Monty Hall. Ja. Achter elke deur zit de Lamborghini. Yes. <laughs> je kiest de ja. deur en vraagt je: wilde van deur wisselen? Wisselde van deur, dan krijg je ook zo'n resultaat dat er compleet, compleet mis mee gaat. Maar ik vind dat wel. Dat geeft wel een goed beeld van het verschil ja. tussen een taalmodel en, en, een en redeneren. Ja. Eigenlijk, een taalmodel, daar zijn patronen ingesleten opnieuw en opnieuw en opnieuw. En het woord Monty Hall triggert ja. het rivierke van ja. wisselen van deur met een uitleg. Nou, het is, het is eigenlijk zegt, een slechthorende mens en die zegt van: wat hebben de mensen eigenlijk gezegd hier in het verleden hierover? Ja, ja, maar voilà. gezegd, het is het verschil met redeneren. Maar ik vind net dat er heel veel gelijkenissen zitten met menselijk redeneren. Niet als je het op topniveau doet, maar well, uh, het, het doorsnee... Ik bedoel, met die broers en die zussen, als je dat gewoon ergens... Ja, ja. Ik zeg maar iets, op X zet of zo, ik wil niet weten hoeveel mensen dat er hetzelfde reageren als de AI. Maar dan zitten we waarschijnlijk met um, uh, System 1 en System 2, Thinking Fast and Slow, he, van Kahneman. U, uw Thinking Fast doet eigenlijk hetzelfde. Uw Thinking Fast-systeem zegt, ik heb dit al eens meegemaakt, dat gaf mij toen dat gevoel, dus ik ben daar tegen. Dat is de thinking fast en thinking slow is van waarom was ik daar vorige keer aan betand van ah, dit is een totaal andere situatie, dat is dan thinking Verschil tussen inductive en deductive freezingen ook, okay? Patroonherkenning, ja. Nieuwe abstracte concepten, verzinnen en daarmee redeneren niet. Typisch bijvoorbeeld ook het, blokken, het blokkenprobleem, uh, Blok C staat op blok A, blok B staat apart. Je moet uh, een, een torentje maken met blok C, boven op blok B, daar op blok A. Kan dat? Nee, dat je, kan dat zonder dat, je zonder dat blokken van plaats verwisselen of zonder dat je een blok moet laten vallen? Yeah? ja. Dat gaat niet. Daar kunnen die systemen kunnen daar niet over redeneren omdat die planning missen. Het belangrijkste daarvoor, enfin ja, het, het woord dat heel vaak terugkomt, is een, een wereldmodel. Hebben, ja. zij, hebben zij een modellering van de wereld in hun neuraal netwerk? Want zelfs Geoffrey Hinton, hè, dus een van ja. de medebouwers, uitvinders van dat neuraal netwerk, die zegt: van ja, als ik, als ik kijk naar GPT-4, daar zitten zodanig veel connecties in, in die neuronen dat volgens mij best zou kunnen dat die, om die taal te produceren, eerst een soort intern wereldmodel bouwt en daar taal uithaalt. Maar dit soort dingen maken duidelijk... Ja, als Anne drie broers heeft en die hebben elk twee zussen, als je dan intern u die zussen en die broers inbeeld, dan zou dat juist antwoord komen. En dat doet het ding dus blijkbaar niet. Het heeft geen intern wereldmodel gebouwd op dat moment. Yes, we gaan nog verder met grote techbedrijven die met AI bezig zijn. Want Windows heeft een geniaal idee. Ze willen namelijk alles opslaan wat je doet op je computer, om daar AI op los te laten, die ons gaat helpen voor een betere wereld. Op een van hun, een van hun events zetten ze van... ...we gaan een nieuwe feature toevoegen aan uw computer. Het heet Recall. En we gaan eigenlijk om de 10, 15 seconden een screenshot trekken... ...van wat dat gaat doen op uw scherm. En dan zouden we kunnen zeggen tegen uw computer... Oh, ...ik zat twee uur geleden zat ik op een website over koalas... Wat was die website? Wat heb ik daar gedaan? En dan zou dat ding in die op screenshots kunnen gaan kijken met AI natuurlijk en tekstherkenning. Ah, toen op die website, je hebt er toen dat en dat en dat op gedaan. De reactie van heel veel security-specialisten was direct van: oh, oh, Wacht even, je gaat constant het scherm van iedereen opnemen en ook bijvoorbeeld paswoordvelden en zo niet afschermen of als er iemand gevoelige informatie op het scherm heeft of met zijn bank bezig is, dat wordt allemaal opgeslagen. En dan heeft Microsoft gezegd van: Nee nee, we slaan dat allemaal super veilig op. Daar kan niemand aan. Uh, <laughs> yeah. Q, twee, drie dagen later, mensen die proef of. Concepts maken van uh, ja, ik kan er hier aan. En Microsoft heeft er eigenlijk dat, dat systeem dat ze wilden invoeren, ze noemen het recall. Hè? Een heel filosofisch concept van ik kan herinneren wat dat je gedaan hebt. Ze hebben dat in plaats van standaard aan, toch standaard uitgezet nu op nieuwe Windows-pc's. Omdat er heel veel mensen in bedrijven en zo zeiden van, dit is een nachtmerrie als ja, dit een standaardfunctie van Windows wordt. Wij zijn, wij zijn een bank, al onze, al onze pc's draaien ja. in Windows 11. Wij willen die functie niet. Wij willen niet dat er om de 15 seconden een screenshot getrokken wordt van het scherm, dat dat wordt opgeslagen in een database waar dat dan eventueel mensen naar de haal mee kunnen gaan. No, please Het staat standaard uit, maar is het zoals Microsoft Teams, dat elke keer als je dat zegt, mag ik? Mag, mag, mag ik? ik? Wil <laughs> je <laughs> mij? Mag ik? Mag ik? Mag ik? Ja, mag ik? Deem? Ja, ja. Oké, okay, dan. We, toen we zo'n heel klein beetje denken aan, en dat was destijds een, een, een reden ook om een, een extra grote externe harde schijf bij je MacBook Pro of destijds nog de Time, Time Machine. De Time Machine. Juist, Waarmee je echt zo'n interface kreeg met je uw, uw volledig bureaublad dat zo gekopieerd werd tot duizend keer terug ja. in de tijd. Ja. Ja. Maar dat was, dat was gewoon heel klassiek natuurlijk, dat maar niet mijn te maken. Gewoon je bestanden die dat gekopieerd ja. werden, dat waren niet alle formulieren. Hier wordt een ja. analyse gedaan met wat er op je ja, schijf ja, ja. verschijnt. Ja, er wordt ook echt. Ja. Dus yeah. ook een AI gaat gaan analyseren. Als je yeah. vraagt naar koala's, heeft de AI een koala herkend? En onthoudt hij dat? Voilà. En ja, voilà, oké, okay, I get it right. Uh, nog één uh, AI-nieuwsje uh, in de lijst. Uh, uh, Gutierrez, eh, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Is dan secretaris-generaal? Uh, uh, van, van mij mag die eraan. De baas. Ja, de, de grote baas. De baas. Eindebaas van de Verenigde Naties. Uh, uh, hier... Antonio Gutierrez, Portugese politicus en diplomaat. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Oh, ik had het juist. He and, has served as. Is hij een af? As? En de, en de NAVO, is dat ook uh, secretaris-generaal? Of zijn dat een opperbevelhebber? Wat dat Rutte gaat Rutte doen? Denk hij heeft een hele lange Wikipedia, ik ben het aan het opzoeken. Dus wat, ja, nee, het is de groene Power het 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 Ranger. Ja, hij is het nog altijd de hier... United Nations secretaris-generaal. Het want geeft de slimste mens aantal uh, trefwoorden. Maar wat Op. heeft uh, Gutierrez uh, een oproep gedaan binnen de Verenigde Naties? Kunnen we misschien allemaal een document ondertekenen... Dat we AI niet toestaan om de controle over te nemen over nucleaire wapens. Twee of drie naties aan tafel. Wat? Ik hoor je niet over de controle die wat zijn. <laughs> nee, het is een hele grote zorg van um, politici, maar ook van sommige AI-wetenschappers. Als, uh, als je enorm op de feiten vooruit loopt en je denkt van, ja, maar ja, we zitten hier nu. ...met een hele hoop volk radarbeelden te interpreteren... ...en daar zitten een paar automatische waarschuwingen op... ...van als je dat patroon ziet afkomen... ...zijn zij aan het aanvallen en moeten terugschieten... ...en wat dan in de Koude Oorlog zo het ding was... ...dat er een paar bijna false positives waren van aanvallen... ...waarop dat ze zouden reageren zonder dat het een aanval was. En natuurlijk... makes sense om dan te zeggen... ...ah, oh, maar kan hij dat niet beter doen want dat is toch supergoed in patroonherkenning en dat kan toch veel beter dan die mensen een patroon zien afkomen en dan gaan ze oké, okay, we zullen dat stukje aan een AI geven en we zullen die AI ook koppelen aan een andere AI die even analyseert of het wel goed is om al... En die AI zullen we anders laten aansturen en om een duur krijg je een... Situatie waarbij in het grote netwerk van het grote, van het grote onderlinge neurale netwerk dat een van de dingetjes uitkomt bij. Je kunt er ook bommen naar schieten. Ja. En dan is dat kapot. En dan zit dan met dat black box-principe, dat er af en toe iets gebeurt dat je eigenlijk niet snapt. En dus daarmee zei ik. Ik zou echt heel graag een soort bindende afspraak willen op papier, waar alle kernmachten een handtekening op zetten. Koppel de AI niet aan de lanceermechanismen voor nucleaire wapens. Dat is de wereld waar we nu in leven. Dat de baas van de wereld, tussen grote, dus grote aanhalingstekens, dat even moet vragen naar dus op die. op dat stuk papier zouden ze een van die foto's moeten afdrukken van die vrouwen in dat gras dat Kurt hier net gegenereerd heeft. Zo, drie, drie, ja. drie tetten in een t-shirt. Ja. Wil, wil, wil je dit? Wil je dit de knop geven? Ja. Ja. In Amerika dan waarschijnlijk, die drie tetten in een t-shirt en dan Trump en Biden. Ja. Wij gaan voor de drie tetten in een t-shirt. <laughs> ja. Alright, dat was een blokje AI-nieuws. En dan is het nu uiteraard dringend tijd voor. Silica! Silica! Het Silicon Valley nieuws van deze maand. Uh, ja, uh, Apple had zijn... Hoe heet het? World... WWDC. Worldwide Deve... World Developers Conference. Oh, voilà, en dat is zo hun... Uh, de, is, is de dat... showcase van... Dat is eigenlijk iedere keer de nieuwste versie van hun software. Namelijk de software voor iPhone, voor MacBook en zo. En... Is dat de moment van One More Thing of was dat iets anders? Dat was de moment van One More Thing. Met de iPhone, ja. Ja, okay. dat is eigenlijk de, de uitzondering. Toen was het nog hardware erbij. Maar nu hebben we eigenlijk een aantal events. En ah. dit is het software-event vooral. Dat is het event voor de mensen die weten... Wel Welke versie van iOS je uw telefoon? draait? Als je daarop antwoordt op die vraag met dat weet ik niet, dan is dat niet de conferentie voor <laughs> okay. u. Dat is zo'n beetje de cut-off. Ja, <laughs> oké, okay, ça va. Um, ik voel aan mijn kleine teen dat ze iets met ja ja-ja aangekondigd hebben. Ja, ze hebben iets met AI aangekondigd. Ze hebben eigenlijk die term uh, een beetje veräppeld. En AI, ze AI, dus, uh, AI AI AI. zetten altijd een ik ervoor, dat AI klonk niet. AI. Dus ik vermoed ja. dat daar een brainstorm-sessie zou vooraf gegaan zijn. En ze hebben dan, dan gedacht, AI, als we het een keer Apple Intelligence noemen. Oh, geniaal. Ze claimen die, eigenlijk wel heel geniaal, want ze claimen die term op een manier. Apple Intelligence. Yes. En okay. wat doet Apple Intelligence? Uh, eigenlijk Siri on steroids. Is ze uh, slim als een appel? <tomt> <laughs> ze hebben iets met mee AI gedaan. Eigenlijk, euh, ze hebben, en dat is wel het interessante, ze hebben een partnership. Een partnership, ze hebben er niet voor betaald. Ze hebben een partnership met OpenAI. Dus alle hele Net zoals Microsoft. Nee, Microsoft heeft aandelen gekocht in OpenAI okay. om dat te kunnen gebruiken. Apple heeft eigenlijk, ik weet niet hoe, er zijn een tikjes over verschenen van hoe cool dat dat onderhandeld is, maar blijkbaar betaalt Apple of gaat Apple niks betalen aan, aan OpenAI om het gebruik van hun large language models. Oei, maar wat gaat er terugkeren data? Daar is inderdaad weten we allemaal nog niet. Ah gebruikers? ja, dat allemaal wel. Alles ja. wat je ze geeft, behalve uw onderdak. Dat kun je gissen. Nu, Apple houdt wel heel hard stand. Dat, ja, voor hen is privacy, dat soort dingen Dat ze heel hard tegen Google meegaan natuurlijk, is privacy heel heilig voor hen. Dus zij zeggen van alles gaat draaien op het toestel zelf. En er gaat niks naar de cloud zonder dat je het weet. Ja, maar om. En om, als om, er om, wel iets uh... naar de cloud gaat, is het in je private cloud. <laughs> private cloud. Ja, in je private cloud. cloud. Yeah. Yep. Yep. Hebben ze een hele lange blogpost over geschreven? Over dat pri je private cloud draait op een machine waar dan niemand aan kan, waar ze cryptografisch van kunnen bewijzen dat er... Ja. Dus ik heb bij Apple ergens een machine staan. Nog niet. On demand kunnen ze voor hun private cloud opstarten, start -else. Echt, ja. doen. Ik zat gisteren op een trein en ik zat in die naast me in een private club. Ja. Het, uh... De, de oh, mijne was ja. ontsnapt. Ja. Um, ja. Maar uh, wat, gaat, wat gaat Apple Intelligence, stereo ja, steroids, geef ik je een voorbeeld. Wat ja, is het bijvoorbeeld AI? het feit dat je kunt vragen stellen aan je telefoon, die zegt van: uh, Ik heb een keer een foto getrokken met een raar rood hoedje, toont die een keer. Ja. Ah, ja. En okay. dat die dan in je fotoalbum gaat kijken en dan de foto de de van het rare rood hoedje Denk Ik denk het deel dat ze gaven: is, geef me alle foto's van New York waar ik en mijn kind op staan, bijvoorbeeld. Ah, ja. um, uh, ik heb in een mail onlangs verwezen naar een bepaalde podcast haalt die een mail boven en naar wie was die mail dus eigenlijk het voeden van dat AI-model met heel persoonlijke informatie ja, ja, dus... over u dus eigenlijk het, het, het conversationele, wat dat een large language model heel goed ja. kan, vertalen naar een heel concrete technische zoekopdracht binnen heel het ja. Apple-ecosysteem. Dus inderdaad, de, de hard-coded, rule-based software, waarmee dan je kunt een searchfunctie doen in je mail database, dat je zegt van ik zoek een mail waar dit woord in het onderwerp staat, deze zin in de tekst en het moet van die persoon komen. Dat kan allemaal rule-based geprogrammeerd worden. Maar nu kun je als taalmodel een beetje organisch communiceren ja. daarmee en zeggen: zoek de keer die een mail die ging over improtheater. Ja, en vandaar dat ik het een beetje Siri on steroids noem. Omdat je kon al tegen je toestel zeggen... Uh, speel nu Spotify en speel nu die artiest op Spotify. Ja. Dan deed je dat al binnen beperkte grenzen. Je kunt ook instructies geven. Je hebt bijvoorbeeld op Apple, app geval, op, op iOS... App een, een Apple Shortcuts. Waar je eigenlijk heel veel automatisatie kunt doen... op je telefoon. Niet veel mensen weten dat, maar er zitten soms wel heel krachtige dingen tussen. En waar zit dat, Apple Shortcuts? Dat zit standaard op je, op je iPhone. Um, en niet dan mee je... gespeeld? Ja, voilà, inderdaad. Zoals... Uh, omdat dat gewoon ook ja dat, ver, dat verricht dat rule-based nadenken. Om. Ik ga nu deze regels definiëren. En dan kan ik nu een actie koppelen aan elkaar. En op die manier. En geef keer een voorbeeld van een Apple shortcut? Bijvoorbeeld, je kunt zeggen, maak mij een shortcut om: gewoon de laatst getrokken foto. Via WhatsApp te versturen, bijvoorbeeld. Ah. Kunt geen okay. een shortcut op uw, op uw. Dat is een, hoogspreader... een heel gevaarlijke shortcut. <laughs> je kunt hem. Stuur Struf. de laatste foto die ik genomen heb naar mijn moeder. <laughs> nee, ik, ik heb het icoontje voor die shortcut zes keer op mijn openingsscherm staan. <laughs> Neem automatisch screen grabs van mijn private browser. Om de vijftien <laughs> seconden. En stuur ze naar familie WhatsApp. En <laughs> um, met dat soort instructies kunt je nu ook weer de vertaling naar dat rule-based principe. door een LLM, door. Uh, Chat GPT laten. Ah, doen. Ja, voilà. ah, ja, ja. Uh, nu ja, ze zeggen het is allemaal super private en het is op de private cloud dat het draait. Maar onmiddellijk was Elon Musk kwaad. En hij zei: als dit er doorkomt, dan moet iedereen die mijn bedrijf binnenkomt, ook de werknemers, hun telefoon in een box achterlaten aan de ingang. Want het gaat alles stelen, wat er gezegd wordt uh, binnen de bedrijfswereld. Ja. Ik denk dat Elon Musk daar... Hij zegt van, ja, er is een samenwerking met OpenAI waarvoor dat een Apple-toestel dan telkens toestemming zou vragen van, hé, hey, voor dit kleine stukje zou ik graag OpenAI contacteren. Mag dat of niet? En Musk zegt van ja, als dat zo geïmplementeerd wordt, zo diep in het besturingssysteem van Apple, dan is dat een risico voor elke vorm van bedrijfsvoering. En dan inderdaad, gooi je wel eens in een Faraday-kooi aan het begin van mijn uh, fabriek. Maar dan denk ik van, maar dat, of dat dan nu geïntegreerd zit in het besturingssysteem, of een app is die draait op een telefoon, dat maakt toch niet uit. Alleen, of dat is toch een architecturaal detail. Als er nu al mensen met een OpenAI-app door uw fabriek lopen, wat is daar het probleem? Ah, ja, Allee, okay. Te, dus te, ja, ik denk, denk dat hij een beetje in zijn gat gebeten is. Of Musk heeft Musk, ook een AI-bedrijf. Ja. Groen, <laughs> ja. ja. rustig. Hoe, hoe zou de man <laughs> okay. Hij heeft ook een bedrijf, XAI. Daar ja, ja. grok, grok, uh... hij heeft, heeft OpenAI mee opgericht. Hij is ja. er weggetrokken. Hij, ja, kreeg hij is zelf vertrokken. He, ja. Hij krijgt nu ongelijk. De man krijgt niet graag ongelijk. Ja, ik denk ja, dat het vooral, dat? vooral ja. testosteron is dat hem ja. daar. Uh, ja, ik denk het ook. This is the worst app ever. Ja, nog twee kleine bedenkingen bij die Apple Intelligence. Want ja, het wordt natuurlijk wel heel schoon aangekondigd. Um, bedenking, ai, uh, opmerking één is dat uh, het, het ziet er naar uit dat het niet naar Europa komt, dat het voorlopig mm. alleen maar in de US of E We gaan het daar testen, net zoals self-driving uh, dingen eigenlijk Na, testen voilà. in en als het Amerika. Het overleven dan komt het maar naar hier. Ja. Uh, en twee, je hebt uh, door het feit dat dat lokaal draait en Apple heeft het dan proberen uit te leggen en zo, um, je hebt de nieuwste iPhones nodig. Dus op een iPhone die meer dan een jaar oud is draait het niet. Oké. Okay. Um, ja, voilà. Wat ik ook wel cool vond, aangekondigd in dezelfde conferentie. En het heeft niet noodzakelijk meteen eens met AI te maken. De nieuwe Notitie-app op iPad. Mm -hmm. Daar kun je wiskundige vergelijkingen in neerschrijven. Bijvoorbeeld, ze geven het voorbeeld de wiskundige vergelijking van een tafeltennisballetje. Je, een parabool. En dan da, maakt er een tekening van. En je kunt live met de um, parameters van die parabool spelen. En de tekening oh. wordt aangepast. Dus een soort van interactief schoolbord. Vind ik een okay. hele coole demo. Daar was ik wel van ja. onder de indruk. En, en hoe heet het? Het is gewoon de Notitie-app. Het is een Notitie-app die wordt uh, gepimpt ge, ja, met nieuwe... En is dat wel voor iedereen of alleen voor Amerika? En hele dure nieuwe iPads? Ik, ik denk oh, dat het voor stik iedereen je is. je bankkaart weglieven. <laughs> uh, Siri is je bankkaart uit je broek aan het halen. <laughs> Oei, sorry. Ik zal ze terugsteken. <laughs> Neem maar. Stik maar terug. Neem maar. Stik maar terug. Nee maar, stik maar terug. Volgens right. mij krijg jij hier genot van. <laughs> Daar zal je voor betalen. <laughs> Um, ja, en dan toch nog een uh, klassiek Silicon Valley-nieuwsje, omdat het een uh, Musk-nieuwsje is. Uh, blijkbaar krijgt hij dan toch zijn 56 miljard aan aandelenopties, denk ik, die hij mag lichten. Dus hij krijgt een beloning van 56 miljard vanuit Tesla, vanuit het bedrijf. Er was een rechtszaak aangegaan door de aandeelhouders. Sommige aandeelhouders die zeiden dat is nu toch een beetje veel. Zouden we dan een keer herbekijken? Maar langs de andere kant, als je heel de backstory kent, ja, eigenlijk was het een soort um, uh, going all in dat hij deed. Hij heeft, uh, hij heeft, in 2018 heeft hij een soort grote gok gewaagd voor hemzelf in al zijn zelfvertrouwen geen gok, maar in 2018 heeft hij eigenlijk gezegd van, kijk, Tesla is nu 60 miljard waard en hij heeft toen afgesproken, weet je wat? Ik moet vanaf nu niet meer betaald worden als CEO, maar ik vraag het volgende. Als ik de waarde van dit bedrijf vertiendubbel en ik eh, eh, krijg de winst naar dit enorme getal en de omzet naar dit enorme getal, dan vraag ik gewoon zoveel procent opties. Op dat moment iemand die zei ik ga een nieuw autobedrijf, dat toen al heel hoog gewaardeerd stond, ik ga dat vertiendubbelen in waarde en ik ga deze enorme cijfers halen. Ja, bijna iedereen dacht toen... Onmogelijk, dus doe gij maar. En uiteindelijk heeft hij dat gedaan, en daardoor kreeg hij die 56 miljard. En dan, ook al is het een bedrag, ja, waar je. Ja, hmm. ik kan mij zelfs geen ethische vragen stellen over dat bedrag, omdat ik het me niet kan voorstellen. Maar zelfs al kun je ethische vragen stellen bij dat, bij dat bedrag, ja, om op dat moment te zeggen: dit is mijn gok, ik ga het vertienvoudigen in waarde, maar daar staat tegenover dat ik dat stuk ervan krijg. Ja, daar kunnen we moeilijk op terugkomen, dan waarschijnlijk. Hè? Het zou gezien. legaal wel een probleem zijn. Dat is de, ah, ja. de, de court van Delaware. Of weet ik veel wat. Er zit nog ergens een legaal staartje aan, waardoor het misschien toch voor de staat niet in orde zou zijn. Dus, maar daar, ja. dat is een andere podcast. De uh, vraag is dan: had hij, had hij die weddenschap mogen afsluiten ja. met zichzelf? Dat is is de dat vraag. legaal okay. om te doen? Ja, ja. Was het toen ja. legaal om het te doen? Ja, ja. maar wat, wat, wat maakt het dan legaal, buiten het feit dat het absurd en hallucinant hoog is, maar wat maakt het dan illegaal nee, maar, of niet legaal? Je kunt zo'n grote bedragen niet zomaar transfereren. Van hier naar daar. Ah, nee, dat is een limiet. kan ik maar denk ik, 2000 euro per keer overschrijven. Ja, maar het ding is ook, hij krijgt. Ik moet dat dus uh, het veel overschrijven. 200.000 keer doen. Ja. Het, het ding is ook, hij krijgt dat in aandelen. Hè. Dus, dus ik, eh, ik krijgt dat in ah, ja. aandelen en hij mag die vijf jaar lang niet verkopen. Ja. Dus als hij dat nu krijgt in aandelen en de komende vijf jaar stort alles in elkaar, dan is dat eigenlijk ja. veel minder waard. Dus het is, het is niet dat hij dat contant in zijn schoot geworpen krijgt. Ik denk dat hij het gaat krijgen volgens de gezicht is gezegd clausule <door. laughs> Speelplaatswetboek, artikel 3. Gezegd-is-gezegd. Ja. Dus, ja. gezegd. ja. so, Your Honor, I read artikel 5. Gegoven is gegoven. I don't, I don't know. It's a very old article. I don't is know een, where it comes from. Het is een legaal dispuut of dat de afspraak in 2018 geldig was of niet. Of dat dat Het is ongezien. Er zit daar <laughs> belangenvermenging. Er zit daar ook waarschijnlijk nog een deel belastinggekloe. Uh, ja. uh, dat, dat is een... Jawel, ja. okay. Ik heb het maar... dus even opgezocht. Het is bijna het bruto-nationaal product van Luxemburg. Ah ja, oké. Okay. Ah. Dus hij krijgt ah. één maar, jaar Luxemburg. Zeg maar, als dat van die centen niet mag, geeft hem dan Luxemburg. <laughs> Vette, ja, maar ja... Ik heb Luxemburg gekocht. Ah oh nee, dan wordt, daar, like Twitter, wordt zo, en dat daar gelijk Twitter. Dan wordt dat echt zo'n complete jantje van comedians en alt-right die ja. elkaar voor de voeten lopen. Dank tussen de nazi's. <laughs> die discussie hier, dat is een processie van Echternacht. Het ja, is letterlijk. Het is ook echt. Ja, voilà. ja voilà. en dan, ja, dan komt het er ook op neer van ja, welke richting gaat die koers van, van Tesla uit. Hè? De, je hebt de pessimisten die zeggen: Het is over zijn de top, de Chinese auto's van China komen de boel overspoelen en uh, het wordt weggevaagd. En je hebt de anderen die zeggen: van, Ah, maar die een Tesla bot, uh, dat gaat het volgende zijn. Binnenkort gaat die een Tesla botter zijn en gaan ze uh, volledig zelfrijdende robotaxis hebben en gaat dan nog een keer through the roof gaan. Um, ik ken niks van uh, beleggen en ik heb vaak de indruk dat zij die er wel veel van kennen, ofwel heel voorzichtig zijn ofwel vele deksels op hun neus krijgen uh, on, on the long term. Goed, we gaan eigenlijk over van het Silicon Valley-nieuws in het Space-nieuws. Oh. Dus een soort gekke overgang, want in het space-nieuws zit dan ook weer Silicon Valley-nieuws over Musk. En enfin, het, het is hier een Annekesnest waar een AI haar jongen nog niet... Is het Annekesnest of Na een Hannekes-nest? Ja, Hanne 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 wacht een beetje als een annekes nest. Ah ja, maar Adel, een, een omdat je de H inslikt. Ja, maar we schrijven het ook annekes nest. Nee, een hannekes Volgens natuur.be is het een hannekes Een Hannekes-nest. De H van. Oké. Heel goed. Uh, luistert Tier, in Wabbeke en andere Hannekes net. Ik zat je vrouw aan mij nee, maar Als hij dit hoort, gaat hij misschien een kwaaie mail sturen. Het is wel Hannekes naast de nee. die <laughs> Het dobberk. Het boizen. Oké. Ja, dus Space News, daar gaan we. Test Launch 4 van Starship. Ja. Wie heeft, wie heeft er gekeken? Nee, okay? ik heb dat nog niet gezien. Meet het, Bas? Nee, ik, heb, ik wow. weet van niks. Doe ja. do, do is al... Uh, kijk, kijk, zeker? Is obsessed, ik, 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 ik het Misschien is dat 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 hij het al een, een week probeert te zeggen. <laughs> <laughs> ik, ik zeg het iedere keer, maar Bart, kijk naar de samenvatting van Scott Manley. Scott ah, Manley. Ja, oh, uh, is, yeah, ah, ja. Everyday Astronaut. Ja, die ja. is echt wel uh, zeer goed. Ah nee, Scott. Nee, nee. Tim Dodd is Everyday Astronaut. Ah, ik het. Scott Manley is ook een ex-ingenieur. Uh, ja, ja. Dat de, de, die kale uh, Ja, Australier. Ja, voilà. ja. oké. Okay. Uh, Manley okay. zou ik niet anders verwachten. <laughs> ja, Scott Manley. Nee. Ligt al als een zelfhulpgoeroe. Scott Manley. Scott Manley. <laughs> maar dat is gewoon of, iemand die heeft er gewoon heel veel <laughs> of verstand of van. Of een pornoacteur. <laughs> ja, ja het is nogal meer racket dan een De gaan, Astronaut, F astronaut is Tim Dodd. Scott yeah. you yeah. feel insecure? Just look at a rocket. <laughs> look at the look rocket. Go. feel it yet? Look Thrust through the air. <laughs> Oké. Okay. Waar, waar, waar ging ik over praten? Max Q. Ja, um, uh, yeah, uh, Starship Test Launch 4. Dus Starship is gelanceerd, is in orbit geraakt. Ja. De booster, de, de Big Fucking Rocket is het dan zeker? Ja, de, de BFR. De booster is geland op het zeeniveau. Dus ja. de... een gesimuleerde landing, maar eigenlijk een splashdown dan. Ja, dat was de bedoeling. De bedoeling ja. was dus echt om alles een keer... Uh, dus de lancering, de ontkoppeling van de, van de booster en van het Starship zelf. Ja. Starship laten rondvliegen en dan de, de, terug de de, ja, de... de booster? Nee, terug het landen. Is nog niet, maar terug het, de damkring binnenkomen. Ja, re-entry. Re re-entry, dat was het woord dat ik zocht. De re-entry terug, om die te simuleren. Wat de vorige keer, zo al die panelen eraf vlogen en zo. En te ja. zien of dat ook het Starship zelf... Relatief tegen een relatief lage snelheid op het zeeoppervlak kon landen. Dus een booster op een relatief lage snelheid landen. En het starship zelf ook. Wat je eigenlijk doet is. Je laat een booster landen op de zee, maar je, je, wat je eigenlijk zegt is... Stel je even voor dat dat hier een betonoppervlak is. Toon een keer dat je dat zou kunnen. Ja, en die een booster die exact, komt dus ja. tot aan de zee. En dan laat hij los en dan zinkt hij natuurlijk weg. Maar die was ja. wel... Die zag er heel ja, goed in. Ja, oké. Ja, ja, de boosterlanding zag en, er heel en, goed in. En spoilers, maar ja, je moet het maar gezien hebben, de Bart. Ik <laughs> um, ben aan het kijken. Het, het plan, het plan zoals, het, zoals het beschreven was, is eigenlijk wel gelukt. Um, zelfs... Um, uh, hallucinant goed, want als je ziet hoe dat het Starship nog altijd heel hard afziet ja, ja. op het moment dat hij terug re-entry doet in de dampkring, en dat bijvoorbeeld die vinnetjes, zijn, want het is, het is weer hetzelfde als de vorige keer. Je hebt eigenlijk een constante live verbinding van een camera van achter op het Starship die dat die vin in de gaten uitgeziet. De grote de hitteontwikkeling, de schone die schone hittegolf, die kleurenspectrum, de stukken die dat eraf liggen, de, het, het smelten van die vin, en dat op een gegeven moment is zelfs de camera wel verbrand of hangt er een stuk ja, debris tegen. Weet niet, niet zeker, en, en je ziet dat het stukken weggevreten worden, en toch slaagt hij erin om af te remmen en op een goede hoogte en een goede ja. enkel op het water te De, splashdownen. Die, die flap die echt zo aan het Smelten is en ja. stukken afvliegen, maar die toch blijft bewegen en voortdoen. Ja. Die heeft een soort heldenstatus op het ja. internet gekregen. De ja. flap. Want die blijft tot op het einde echt, ja. En dat is ook zo heerlijk, die commentatoren vinden dat geweldig. Look at the flap, it's, it's disintegrating. Ja. Another piece flies off. Uh, maar alweer uitermate leerlijk en ook echt. Wonderlijk hoeveel verder ze weer geraakt zijn dan die vorige lancering. Ja, want ze gaan iedere keer een stapje verder. En het coole nu is, ze hadden gezegd: van kijk, dit gaan we proberen en we gaan zien of dat werkt. En eigenlijk, alles wat ze gezegd hebben dat ze gingen proberen, heeft gewerkt. Okay. Dus iedereen verwacht nu dat de vijfde lancering, dat ze effectief op een landingsplatform op het water okay. de booster gaan proberen te landen. En hij spreekt over maanden, uh, dus het zou deze zomer nog kunnen zijn, zegt ja. Musk. Ja. Um, dat is ook weer, ja, zoals Musk altijd gezegd heeft. When you build a lot of stuff, you can blow a lot of stuff up. We waren met Frank de Winnen aan het praten, en die zei: van ja, als dat Starship echt binnen dit en een paar jaar fully operational is, zegt hij, de, de, de revolutie binnen de ruimtevaart is ongezien. Ja, hij zegt, het is, het is de kost die een factor 100 naar beneden gaat. Ja, als... hij, hij sprak over uh, ja, de grote orde van: wat was het? 100 euro per kilogram of zo, die, die naar de ruimte gaat, terwijl dat er nu ja, uh, 10.000 zijn. Even, even als side note, we zijn nu bezig over een ploffende en koele raketten, maar de Falcon 9... En zo eigenlijk het, 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 de cashflow van SpaceX, namelijk hetgeen wat de hele tijd die satellieten en bevoorradingen uit het ISS meegedaan worden, die heeft deze maand ook zijn 250ste succesvolle landing op een droneship gedaan. Niet 200... dezelfde, hè? Nee, maar... niet dezelfde, maar... Oh my sick, ja. ze kunnen het gebruiken. hergebruiken! Ja. ja, maar niet dezelfde. Goed. Maar om maar te zeggen, van inderdaad, van de kostprijs en van, van de ruimtevaart met dit soort ontwikkeling, Um, ja, het gaat altijd duwen, zijn natuurlijk, maar het is wel een nieuw tijdperk, of zoiets. De uitsparing van een landing was in de orde tientallen miljoenen. Mm -hmm. Dus als je dat 250 keer doet, voilà. dan mm -hmm. heb je dus een meerwaardecreatie van, mm -hmm. van miljarden gedaan. Ja. Ik ben nu aan het einde van het filmpje en ik dacht: ah, maar jongen, die, die zotten daar op SpaceX, hoe hard zijn die nu in godsnaam aan het juichen? Maar ik was vergeten dat ik op dubbele snelheid aan het kijken was. <laughs> <laughs> All right. Ja, toch ook eh, jammer, SpaceX-nieuws. Namelijk, eh, de Dear Moon-missie is gecanceld. Dus de, ja. de missie van de eh, Japanse miljardair Yusaka Maezawa. Die samen met kunstenaars, waaronder Steve Aoki, denk ik. Steve Aoki. En ook Tim the... Dodd, de Everyday Astronaut. Ja, ja, ging ja, hij ja. rond de maan vliegen. Eh, oorspronkelijk gepland voor 2023. Well, that didn't happen. En nu heeft hij gezegd: van ja, het uitstel duurt eigenlijk te lang. Ik ga de missie. Cancelen. De tweet van Everyday Astronaut was wel hartverscheurend, vond ik. Is het echt? Maar ja, als je weet dat je dat een je ja. richtje naar de maan mocht maken... Je hebt die wortel voor je neus gekregen. Ja, ja wauw. En dan springt dat af. Maar ja, het wil op hetzelfde vliegtuig als Steve Hockey zitten, hè. Ja, ja, dat is een mooie ik. Okay. Ja. Zouden ze hem niet meepakken als, als dat Starship echt operational wordt en daar is plaats voor 100 man? Staat in trampolines zijn? voor iedereen. Dan zo, <laughs> Tim Dot gaat toch een van de eerste zijn die meegepakt wordt, denk ik. Daar rond. Goed ja, ja. Uh, 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 we gaan zien. Maar Dus Dear Moon-missie is gecanceld, maar uh, Starship-ontwikkeling. Het is geworden Dear plikt, Moon, uh, we komen niet. <laughs> Uh, Star... We bellen nog wel. Starship ontwikkeling blijf, blijft uh, heel goed gaan, dus uh, we gaan zien. Nu, die, uh, de miljardair is uh, intussen wel al in de ruimte geweest, Die is naar TSS geweest. Ah, ja. Nee, nu is het. Ja, dus die dacht van, amai, dat duurt hier lang, ik ga hier even met een Soyuz naar TSS, jong. En dat heeft hij in de tussentijd al gedaan. Zeg, en zou die funding voor Dear Moon gebruikt hebben? Ik ga al eens kijken. Ik ga de locatie al eens scouten. Ik wil die kamer doen. Mannen, ik zijn geweest en zo indrukwekkend is dat. niet? In China wordt er ook gelanceerd, met de lange marsraket, is dat daar? En daar ging op een... De lange marsraket. Wat was De lange... lange marsraket. <laughs> Look at this long march. Maar wordt die normaal die afgevoerd gelijk door de instituten? Is <laughs> dat niet het punt van de lange mars? De lange mars door de... Ja, okay. um, ja die, uh, die wordt gelanceerd. En um, een lancering gebeurt vaak richting het oosten... Daarom is de lanceerbasis uh, hey, op um, uh, Cape, Canaveral. Cape Canaveral, is ook zodanig dat je in toosten een oceaan hebt. Dan kun je daar over toosten mm -hmm. schieten. En in uh, Frans uh, Guyana ook. Ja. Dus je wil naar Toosten lanceren, wat is de reden? Als het misloopt, uh, wel, je wil naar toosten lanceren omdat je, je aarde al aan het draaien is. Ja. Ja. De aarde draait al aan de nevenaar aan ik denk 1200 km per uur. Oostwaarts. En dat wilde wel mee hebben. Voilà. En je pakt die snelheid al, dat is eigenlijk al je extra setje mm. dat je al krijgt. Je moet, je moet nog naar 28.000 km per uur. Maar je, je pakt dat toch maar schoon mee. Ook in de tegenovergestelde richting is dat in de min. Mm -hmm. je, je vertrekt eigenlijk aan uh, min 1200 kilometer per uur. Ja. Um, dus uh, Amerika en, um, en de Europese lanceerbasis sta, staan zo dat er in het oosten een oceaan ligt. Maar Chinese lanceerbasis zijn blijkbaar gebouwd in de Koude Oorlog. En die wilden dan liever niet te dicht bij um, uh, uh, kusten en grenzen en zo. Oei. Dus die hebben dat schoon in het binnenland gezet. Ja. En nu werd er een laket gelanceerd. Even uh, dat doen we niet meer, hè, lakket. Ze nu een oh, nee, ja, dat. Was dat, niet, dat was niet de bedoeling. In Willis en uh, Mariette kon dat nog, maar ik ga <laughs> nu een beetje. Uh, alarm. Er werd een, er werd een raket uh, gelanceerd. En een dorp ten oosten van de lanceerbasis kreeg uh, blijkbaar uh, bericht van de overheid. Ja, het is best om tussen dat duur en dat duur buiten te staan. <laughs> En met een, met... dingen die naar beneden komen te melden en niet aan te raken. Er werd ook gezegd. Er mag niks over verschijnen op het internet, zeker geen video's. Is dat gelukt, zeg? Dat, dat... moet je aan een Chinees geen twee keer zeggen. Dus iemand heeft dat gefilmd en dat beeld is hallucinant. Ja, vreselijk. Er komt echt zo'n stuk raket met zo'n. Mijn giftige pluim van je wilste? Met zo'n gele rookkraag erachter. Komt eigenlijk uit. De, de sirene ja, is bij gehoord, ons. Ik hoor het, hoor het. Mensen die nu in de auto zitten rondkijken, is dus de sirene bij mij? Nee, ze is bij ons. Ah nee, kijk toch maar rond. Er kan jou ja, een kabel. Ja, 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 ja. ja, voilà, Als je twee ambulances hoort, uh, is uh, er okay, Nee, ja, ja voilà. het zijn als ze exact in zink zijn, dan hebben we een probleem. <laughs> een uh, sirène peut en cacher un autre. Mm het -hmm. ah, voilà. zou waarschijnlijk een sirène zijn. Maakt niet uit. Uh, goed, uh, um, uh, ja, dus er viel echt een enorm brokstuk uit de hemel. <laughs> en, uh, ja, ook alles is verwijderd van het internet, elk verslag daarvan is, is, uh, is weg. En de reactie is eigenlijk de een beetje. Die zijn die ook weg. Uh, ja, 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 die zijn, die zijn weggehaald. Zal ja, ik dus dat dan nu zoek? Ja, nee, uiteraard zijn die op westerse ah, sites. Ah ja, daar. Ja. Eh, snel gedownload. Op CNN staat die nog. Ja, ja, ja op westerse uh. sites zijn die snel gedownload. Maar de bronnen en zo zijn eigenlijk allemaal weg. Ja. Die oranje pluim daarachter is erg ja. Maar ik zeg ja. nu net, dus ik heb net het starship filmpje uh. gezien en ik zag dezelfde kleur wel. Dus dat <laughs> ja, is... ja, voilà. ja <laughs> dat klopt. Maar ja. ver van de bewoning. Ver ja. van de bewoning, ja. ja. En de reactie van het China is een beetje: wij doen dat nu zo. Saval wel. Door, Ozen, was, onze door, mensen zijn dat gewoon er was niks heel kapot ja. dat was, uh, <laughs> ja, voilà. de combinatie van dus de oranje pluim dat je ziet is uh, liquid propellant met nitrogen tetraoxide en onsymmetrische dimethylhydrazine. dat zegt u niemand maar één expert zegt hier van ja, de combinatie, het is altijd oranje en het is altijd extreem giftig en kan je verwekken <laughs> <laughs> zoals uh, en een professor chemie aan de UGent, maar ik ben zijn naam kwijt, en die zei soms, ja goed, als je deze stof zou drinken, dan krijg je een beetje last van, van, van dood. Van acute dood. Het <laughs> Dan yeah. krijg je een beetje last van dood. Every living being that inhales that stuff will have a hard time in the near future. <laughs> <Okay>. <laughs> Amerikaanse uh, expertzinnen, yeah. ja. Okay. All right. Um, uh, ja, maar het Chinese ruimtestation. Ze hebben ook een landing gedaan op de far side of the moon, denk ik nog eens, want ze zijn nog altijd bezig met die change missies Dus ook echt uh, heel hard bezig met uh, maanlanceringen. Uh, en ze hebben een Chinees ruimtestation waar ze zebravissen mee naartoe genomen hebben, Els. Klopt. Wat vinden de vissen van de ruimte? <laughs> um, ze zijn een beetje in de war. Alles zeg? Ja. Ja, het zijn natuurlijk niet de eerste vissen in de ruimte. De Amerikanen hebben al vissen meegepakt. Alleen, ja. Er zijn allemaal wel wat vissen in de ruimte geweest. Maar uh, uh, ze hebben, de Chinezen hebben daar nu beelden van online gezet. En het is eigenlijk echt heel triest. Om te beginnen, natuurlijk, je hebt een soort van aquarium. Mm -hmm. Maar daar moet ook. Iets van zuurstof in aanwezig zijn ah, ja. Ja, voor de vissen. Ja, en dat water moet in de aquarium blijven. Ja, ja, ja. dat is een nu met daar een dekseltje op, de... op de... <laughs> te zetten. Met een dekseltje op te zetten lukt dat. De engineering van het de deksel is ontwikkeld door NASA. De Chinezen hebben het uitgevonden. Ja, ja. Maar het, het, het zotte is. Je hebt natuurlijk verwacht een aquarium, water van onder, lucht van boven. Nee, hier is dat gewoon een luchtbel in het midden, mm hè? -hmm, mm -hmm. Die ook achter die vissen aan oh, ja. dus Die zwemmen opeens de lucht in. Tot die ja. denken, oh, wat is dit hier? Ja, dus die, ja, dat is, Je ziet die echt zo de hele tijd zo spartelen, spartelen, spartelen. En op een gegeven moment begonnen ze bijvoorbeeld gewoon recht achteruit te zwemmen. Echt? En echt zo in rondetjes en zo. Komen. Ja, is het een vis dat ja. ja, man, konden? Is het dan zo tuut? Tuut, tuut, geen toeval. Nee, tuut, geen tuut. toeval dat is dat, is dat er zebravissen. Ah, ja. het, het is geen toeval dat de zebravissen meegaan, want die zijn zeer goed om uh, dingen op te bestuderen. Want we hebben hier denk, een jaar geleden Duffy Strube ja. te gast gehad en die deed ook onderzoek op uh, de, denk, genetische. De zebravis is een zogenaamd, zogenaamd, modelorganisme. En een modelorganisme is eigenlijk een organisme dat heel vaak bestudeerd wordt door wetenschappers. Ze kiezen er één uit. Meestal om wat gemakkelijk is in kweek of zoiets. Maar vanaf dat moment ontstaat er zoveel kennis over dat organisme dat je daar veel gemakkelijk onderzoek op kunt doen, omdat je al heel veel achtergrond kent van al die andere onderzoeken. Bekende modelorganismen zijn muizen uiteraard. Fruitvlieg. Um, uh, resus uh, fruitvliegen en... Um uh, raketsla of zoiets? Of, uh, of Zandraket. Zandraket, dat was het. Zandraket, dus voor, voor plantjes is dat zo eentje van. We gaan deze kiezen, zandraket. En uh, een modelorganisme waar heel veel mensen op werken, nodigt nog meer mensen uit om dat te gebruiken, want de kweken zijn er, de kennis is er al. Enzovoort. En idealiter ververs dat ook redelijk snel van generatie. Hè? Denk het wel, ja, inderdaad. Vaak wel een voorbeeld. Ja, hey baby, ja. Ja. Maar jij dus bent een modelorganisme. <laughs> De zeven die <tie> wil, je, wil je wil je met mij van generatie wisselen? Je kunt, je kunt bijna zelfs het gat is ja, er bijna. Is, uh, sorry. Else, <tie> ja, ja, je je hebt nu je hebt toestemming van het patriarchaat om oh, sorry, te praten. Ja. Oh, onze We zijn klaar op met onze vuile moppen. Ja. Onze worsten zijn van tafel. Ja, nee, dan niet maar. <tie> ja wel, Bert. Ja. De zeebravissen die mee zijn, die hebben wel op voorhand testen moeten doorlopen. Mm, oh. dus die zijn ook een beetje getraind. En uh, ze noemen ze in hun persbericht Aquanauten. Oh, wow. oh, oh Heb je dan, dan ja. zo'n helmknop ja. en zo'n zo'n visje zo'n mee na zeker. En zo ja. pakken, om die is zo'n slaasbier voor G-krachtig. En luchtballen. Oh. in een sok en Vooral vooral de zwembadtest ging heel veel. Ja, ja, de, ja. ja. um, maar wilde nu zeggen dat er. Zebravissen geslaagd zijn in de testen waar het die gefaald is? Ja, ja ik ga ervoor. Ja. Eh. Het is de moment om het te zeggen, want ze kan toch niet antwoorden. Het nee? is, uh, ja. is eigenlijk nooit tot aan de testen van de zebravissen. Nee, nee, nee. Er zijn zebravissen die uh, een beter palmaris hadden dan het Jezus. Right. Dus, um, wat dan wel blijkt uit, uit, uit vorige dingen, wat Japanners en zo hebben ook al meegenomen, is dat uh, um, die vissen ook wel zo, die, die botdensiteit van die vissen die neemt ook af. Ah, net ja. Zoals van ons. Ja. Dezelfde dus, ja, gezondheidsproblemen. Die gaan, die gaan niet zo'n heel fijn lot ja. tegemoet. Het, uh, het is geen plezierreis voor een zebravis. Nee. Nee. Als een vis in de ruimte. Die moeten normaal een tank van 80 liter hebben, lees ik hier op een hobbywebsite. Dat ziet er toch geen 80 liter uit? Nee, dus dat, dus is dat, dat is, is... Ja, oh, Ik denk, <laughs> dat, denk oh. dat Michel van den Bossen al aan een lange, lange e-mail begonnen. Ja, maar ik weet ook dus, uh, niet met hoeveel dat ze dan moeten zijn, normaal gezien. Nu zijn ja. ze maar met vier. Ah, dat is echt vier, ja, vier, vier zebra. Eigenlijk in, in, ja, vier zebra. Echt in een. In... O, zou ik zeggen, 30 op 30 op 30 op 30? Ja, zo, een hè? zebrapot, eigenlijk. <laughs> ja, <okay. laughs> uh, nog ruimtenews. De Dream Chaser is gearriveerd bij de NASA in Florida voor de testen. Weet iemand wat de Dream Chaser is? Het is een ruimteveer. Dus het is terug een ruimte... Een space shuttle. Een space shuttle. Ja, maar hij is heel klein uh, en hij is ontwikkeld door een privébedrijf. En die staat in... Florida. Ja, hij is nu dus. Is... Dan gaan wij die misschien zien volgende maand. ga je volgende maand naar ja, Florida ja. Prachtig! Ik weet niet wat hij te zien zal zijn, want hij is nu echt volop bezig met testen om zijn eerste vlucht naar het ISS te maken. Uh, Dream Chaser, ja, het is een ruimteveerke. Dus het heeft ruwweg de vorm van een space shuttle, maar de vleugels zijn wat, wat moderner geplaatst. Ook, hij wordt gelanceerd in de kop van de raket. Dus hij zit is, is het in de fairing van de raket. Zo klein is hij dat, dat hij daarin klein, past. Ja. Um, en. Uh, hij komt naar de aarde en hij landt dus. He, want dat is het mooie, vind ik. ik. Ik ben verliefd op ruimteveren, net omdat die landen op mm. een landingsbaan. Um, oorspronkelijk was het de bedoeling om mensen naar het ISS te voeren, maar zij zijn daar uitgevallen. Boeing dus, uh, is niet goed. Ja, nee. <laughs> SpaceX heeft dat gewonnen, en Boeing ook, helaas, maar daar komen we straks he, op terug. En zij hebben toen gezegd: mogen we wel een cargo unit bouwen. En dat is heel gek. Ze hebben nu een soort ruimteveerke zonder ramen omdat daar geen mensen in mogen en dat wordt dan een soort cargo unit. Ehm um het zou wel handig zijn, omdat uh, natuurlijk, dat is de zachtste manier voor een wetenschappelijk experiment om terug naar de aarde te komen. Je hebt, um, je hebt zo geen splashdown, je hebt geen parachutes die open gaan enzovoort. En ze zeggen ja, je zou heel kort na het verlaten van TSS al je experiment terug op aarde kunnen hebben en het eigenlijk aan de wetenschappers zelf geven voor verder onderzoek. Maar ze willen verder gaan, ze willen ook um, ruimte toerisme aanbieden en ook. Ze willen eigenlijk hun diensten aanbieden aan landen zonder ruimtevaartprogramma. Dus dat België zou kunnen zeggen: wij kopen een dreamchaser en dat dan zo het Belgisch ruimtevaartprogramma is dan okay. zo een dreamchaser met een Belgische vlag op. Oh, voor de mensen ja. thuis stel je een soort van bowling schoen voor met vinnen op. Ja. ja. daar komt het eigenlijk Slot, op neer. Ja. Ja, een soort van slof, ruimte slof ook een beetje op een orka lijkt. Ja, dat wel, is Ik juist, vond het meer een beluga, maar dat is zo. Ja, ja. Het ja. heeft een domme neus. Ik ja. kan eerlijk zijn, als dat als, als een Pixar-film zou zijn en dat ding zou spreken, dat zou niet de meest snuggere opmerkingen oh, ah, wel, ik zal Hello. 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 Moesten we hem Hello. tegenkomen Uur... in Florida? Ik zal het hem vragen. Ah, ja, ja, maar hij is heel klein, hè. Hij wordt ingesproken door urbanus ook. Ah. Ik ben daar eens naar de ruimte geweest. Ja, ja. ja. Dream <laughs> <James>. <laughs> Dreamy. Eén toestel kan maar vijftien missies vliegen. Ah. Dus na 15 keer moeten ze die wegsmijten. Echt gekke bowling schoonheids. Uh, okay. ja. ze, <laughs> ze hebben er nu twee gebouwd, dus ze zouden er 30 mee, mee kunnen doen. Um, er is hmm. ook al sprake van een samenwerking met Blue Origin, want Jeff Bezos wil nog altijd een ruimtehotel bouwen. Dus een privé ruimtestation, Orbital Reef. En dit zou waarschijnlijk de meest comfortabele manier zijn om mensen van en naar zo'n ruimtehotel te vervoeren. Ik zou toch zo direct voor ruimte een ruimte Airbnb gaan, want Allee, dat gaat al die wetgeving. Ze zijn daar streng op in de ruimte, want dat duwt de oorspronkelijke ja. huurders ook ja. weg. Hè. Dat drijft de prijzen op. Uh, ja, kijk, Dreamchaser. Uh, ik ben fan van ruimteveren. Ik, vind dat, nee, ik heb een It's soort cool. romantische liefde voor ruimteveren. Dus ik ben blij dat er eentje terugkomt. Dat hij nu nog onbemand is, ja, dat is een beetje raar. Maar hopelijk kan er snel weer een bemand ruimteveertje heen en weer vliegen. En dan is er nog één space nieuwsje. Ik heb het daarnet al gezegd. De Boeing Starliner, die dus wel bemand mocht vliegen. Heeft na uitstel, na uitstel, na uitstel, na uitstel is die uiteindelijk gelanceerd geworden. Op, ik denk dat 5 juni was. En die is aangekomen naar TSS. En eens dat hij aan die TSS-gang hing, is die terug in pannen gevallen, en nu zitten ze vast. Is <laughs> dat echt waar? Ja, oh dat is allemaal goed. Ja. Oh nee. Die, nu, Boeing krijgt enorm veel. Alleen, er wordt enorm op, gekapt op Boeing online, omdat die vliegtuigen uit elkaar vallen, ah, ja. omdat dat Starliner-programma altijd maar opnieuw uitgesteld werd. Um, ja, er is een filmpje verschenen van een Boeing-vliegtuig waarin letterlijk de deur De zijkant eruit ja, vloog, ja, inderdaad. omdat de uh, piloot dus zei... Dat, die kunnen niet geloven, dus de piloot zei langs de... Kunnen we dat nu geloven? Dat is typisch die piloten, nee, dat, dat, soort, is dat is echt... Dat is uh, ja. ja. absoluut, ja. ja. Het lef. Maar uh, de, 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 de Starliner... Die astronauten die moesten vertrekken met die Starliner. Ja, ja, die, die, die hebben we terug. Ja, wel, maar bij het vertrek... Het vertrek is twee keer afgeblazen terwijl ze er al in zat. <laughs> dus twee lanceringen: dat je zo: T minus two. Ah, ah nee, sorry. Er is hier een computer niet volledig zinkt met een andere. We gaan dat even terug uit. Kom, komen jullie terug naar beneden? En dan zeiden ze toch nog thuis in een avond. Enfin, nee, Terwijl mogen... dat al ja. twee weken in quarantaine is. Ja, natuurlijk. Ja. Maar dan, dan moet je toch weer op aarde eten. En de derde keer zijn ze wel vertrokken. Zitten die zo vastgegespt in de zetel, waarbij ze hun nek niet kunnen bewegen? Want je wilt dan zo kijken naar die naast u: van, wat is dit? En je kunt zo ineens je <laughs> medepassagier niet. Maar zien. je zit al in een Boeing starliner Ik denk dat... Allee, Oh dat... Ja, kijk. Maar dus, eh, hij komt aan op die SS en um, uh, wat is er gebeurd? Ze hebben gemerkt dat de, de thrusters, dus die eigenlijk duwkens geven om te manoeuvreren, dat ja. die niet exact deden wat ze verwacht hadden. Tja. En ze hadden ook helium lekker gezien onderweg. Ook nog. En nu zeggen ze, ja, maar hij is niet, alleen ze zitten niet vast, zeggen ze, want ze kunnen op elk moment dat ze willen terugkeren. Maar we gaan gewoon eerst de problemen oplossen. die het terugkeren onveilig zouden maken. Maar is hij effectief gedokt met het, het ja, internationaal dus, station? Ah ja, oké. Okay. De, de uh. astronauten zitten in het ISS. Ah ja, dus het is niet dat hij daar zo een meter buiten nee. het station aan het rondtobberen zijn van bekomen. Nee, nee, nee. ze, ja, okay. ze zijn gedokt, ze zijn binnen okay, het ISS, ja. maar ze zijn er nu wel twee weken langer al dan gepland. Ja, ja ik dus kon een pak wel... meer volk ook. Hè? Ja, ja, voilà. Dus meer mensen daar. Nu, ik denk dat dat er allemaal wel op, uh, op voorzien is. Maar die hebben, denk ik, ook niks te doen. Enfin, die gaan wel rap taken krijgen in het ISS, maar dat was niet gepland. Zijn er jullie jullie nog ook slaapplekken ja. en zo. Ja. ja Elke dag dat je daar langer zit, zijn er van de Russen dan messen zitten slijpen. <laughs> Igor no like you, hoor. Ja. Oké, okay, dat was het Space Nieuws. Dan hebben we nog een droevig nieuwsje. Dat is het overlijden van Michael Mosley. Kent iemand Michael Mosley hier aan tafel? Michael Mosley is een Britse arts en TV-presentator. Ja, die één... is omgekomen in Griekenland. In Griekenland, ja. Ik ja. ja. We hebben er één podcast-special mee gedaan. Maar ik denk dat dat nog een moede geek was, waarschijnlijk. Michael Mosley is een van de popularisatoren van het vastendieet. Van zo twee dagen vasten, of uh, zes, zes dagen vasten, twee dagen niet, en nee, dan in een week heeft. vijf-tweede dieet. Die ja, ja inderdaad. Zoiets. Ik probeerde tot zeven te tellen. Dankjewel, Bart. Alsjeblieft. Het, vij, het vijf-tweede dieet inderdaad. Um, dus, uh, ja, maar ook een presentator van wetenschapsprogramma's op de BBC. En een van mijn favoriete wetenschapsreeksen was The Story of Science, van Michael, of met Michael Mosley, waarin hij eigenlijk zo een beetje wetenschapsgeschiedenis gaat onderzoeken. Hetgeen dat je natuurlijk nu ook hebt bij um, Cosmos, met met, uh, Neil deGrasse Tyson. Kosmos. Maar die heeft, hele, die heeft hele toffe dingen gemaakt, Michael Mosley. Dat interview was bij hem thuis in de podcast, dus uh, het was een beetje schrikken. Maar hij is dus in, uh, in Griekenland effectief op een wandeling verkeerde afslag genomen en waarschijnlijk een hittedode. hitte-dood. Ja. Echt? Ja, waarschijnlijk verkeerde afslag, verdwaald, de weg niet teruggevonden. Ik heb ook foto's gezien van dat gebied, niks om te schuilen. gewoon stenenvlakte, echt. Ja. En uh, hij is gevonden op zijn rug, dus misschien heeft hij gezegd: ik moet even uitrusten en dan gewoon uh, van uitputting eigenlijk. Oh, hij is wel, oh, wat was iets in de zestig, in de 61 ah, ja. of zoiets. Ja, voilà. 67 geworden. Maar kijk, um, hij heeft vele boeken geschreven, en hij heeft een prachtige tv-reeks gemaakt en ik denk dat de story of science nog wel uh, te vinden is. 18, uh, sorry, 14 januari 2018 is er een Mulde Geek verschenen met Michael Mostert. Ah ja, met well, daarin hebben we het over zijn vastendieetboek. en uh, daarin uh, heb ik het ook over die uh, story of science-documentaire waar, uh, ja, waar, waar ik hem van ken en waar ik eigenlijk groot fan van was. Goed, helaas, een overlijden te melden deze maand. Uh, wat hebben we nog in het nieuws, Kurt? Het is nu 24 juni. De podcast komt uit begin juli, 3 juli zelfs. 3 uh -huh. juli en wat gebeurt er tussen vandaag en het uitkomen van de podcast? De sticker wordt getrokken uit ICQ. Ah, nee. ICQ wordt uitgezet. Oké, okay, de helft van onze luisteraars <laughs> valt we nu, kwijt? nu nee, de helft van de luisteraars valt nu in een badje nostalgie Absolute. en de andere helft denkt what the fuck is ICQ? Well, Voor de mensen die het nog weten, het ja. icoontje was een bloemenke. Een bloemenke met, blaad, met, met groene groene blaadjes, groene blaadjes en één rood. Ja, of geel. Als je dat het verbinden was, dan draaide je daar rond. Ah ja, voilà. Ja. En ICQ was een soort uh, uh, direct messenger. Uh, instant messaging is uh, Instant zelfs, ja. messaging ja. is zoals uh, Messenger van Facebook nu uh, geworden is. En was heel bekend om zijn iconische geluidjes. Ah ja, ja, ja. Natuurlijk, um, ja. En uh, ja. Er op, het opstarten van de applicatie was misthoorn, Allee, dus gewoon. Ja. 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 Er staan zelfs, zelfs YouTube-filmpjes met gewoon uh, nostalgic ICQ-sounds. Dat dan krijgen ze allemaal achter elkaar. Ja. Ja. Ik heb dat nooit. Uh, Is het echt? Nooit nee. meegemaakt? Nee. 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 ik ken het icoontje wel. Ik ken het icoontje, maar ik heb het nooit gebruikt. Ik zie dat nog ja. zo in mijn Windows-balk staan. Toen alles het. nog dik gepixeld was en vierkant. En ik zie echt zo dat bruikje. Ja. Dat staat in mijn Netflix gebrand op die Windows-balk. En was... zo in uw, in uw gebruikersnaam, uw, set, uw crush zetten. En dan die zien online komen. En... ICQ was de eerste eigenlijk de bekende instant messaging-app. Daarvoor had je wel IRC, wat eigenlijk nog altijd bestaat, maar dat was gewoon chatten. En dan moest je online zijn om berichtjes te kunnen lezen. ICQ was het eerste waar je berichten naar kon sturen en dat je dan daarnaast je online kwam, die berichtjes kon lezen. Um, wat jij het over hebt, over je naam, mee, pas met je crush en zelfs zo animatie, dat is mijn Messenger. Nee, 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 ik bedoel echt zo in, in zo'n lead speech, zo, hè? Zo, zo met allemaal lettertjes en zo, en, allez, of zo cijfertjes, en dan moest je dan iets voorstellen. En wat gebeurde er dan? Ja. Dan konden anderen dat zien, wat dat er in uw dingen ah, stond. Jij... En dan zat het ja. te, te kijken en te wachten tot ze die online kwamen. En dacht: Ze hadden het gezien, hebben ze het gezien? Ah, hebben. dus je schreef dan: I love Hattie. Ja, 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 ja. En, en dan, uh, Hattie kwam online en die zag dan opeens van: Die heeft daar een naam van in I love Oh nee, die heeft het. Dat weet ik wel van, ik ah, ja, van ja, okay. MSN Messenger. Maar ja, MSN MSN. Toe, ja, ik ja, ja echt maar voor dat was. Dus wat, het zou kunnen. Had het het, 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 het belangrijkste was dat belangrijk veel was... mensen verliefd op mij. <laughs> <laughs> ja, ja, als er mensen, daarom hebben wij dat nooit meegemaakt. Ja, 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 niet ja, zo. Ja, <laughs> waar hebben jullie het over? Als een meisjesvrouwtje jouw lief vindt. Ga door, Kurt. Hè. Ga maar door, <laughs> ja, is oké. Okay, okay. ja, wat, wat dat vooral eigen was aan, aan ICQ, hè, zo ICQ geschreven, zo ICQ, is een mopje, was dat eigenlijk jou. Ja, ja. dat iedereen eigenlijk gewoon een nummer had. En afhankelijk van wanneer dat je dat geregistreerd had, was er gewoon de volgende nummer. Dus mensen communiceerden gewoon uw nummer. Dat was eigenlijk uw handle, uw... Zoals met een telefoon eigenlijk? Ja, zoals met een telefoon. En pas veel later, veel later, een paar jaar later, kwamen er nicknames dat je effectief zo'n naam in de plaats kon geven. Maar daarvoor had je gewoon een nummer en je, kon, en je moest je ah, nummer doorgeven. Ik heb Een tijd van de nummer niet. Ah, ja, vandaar, vandaar waarschijnlijk de ervaring zo ah, In onze uh, tijd waren mensen nog nummers zelfs. <laughs> ja. ja, En het was vooral het eerste alternatief om berichtjes te krijgen als je niet online was. Want weet je nog, de tijd dat je niet online was. Ah, uh, Dus bij IRC, als er een conversatie bezig was, ja. en later logde ah, in, ja. is die weg. Is die, nee, ja, die, die, die je kunt je niet opvragen. Ja. Wat dat er wel gebeurde is, dus ja, er waren gewoon computers die constant online waren en dat dat wel archiveerden, of dat je ja, ja, in ja, eigen laptop Um, en dat, dat maakte zo het feit van dat, dat, dat zo in het begin van het internet, sommige mensen hadden dan zo'n inbelmodem en dan spraken ze op school af: kom, we gaan vanavond, hè, dat was bij MSN Messenger ook, uiteraard. Mm. Dus spraken we van: om, om acht uur gaan we terug online en dan kunnen we nog wat verder babbelen. En mee. dan echt getypt ook, hè? Ja, Jeugd echt, die ja. aan het luisteren is, alleen maar getypte ja. tekst. En, en, en dat is zo heel dat melancholische van. Want dan hadden ze bijvoorbeeld bepaalde mensen. die gingen dan op kot. En die hadden dan kotnet. Want dat was dan Just. constant internet. En ik zat dan thuis. En ik had, moest dan zo inbellen. En dan was die altijd online. En dat was dan zo niet eerlijk. Want ik kon al die berichtjes oh. wel direct lezen. Zo Die nostalgie komt wel heel hard terug uh, met ICQ. Nu, het, 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 het oorspronkelijke bedrijf. Uh, Mirabilis. is dan later overgekocht door AOL. En dan eigenlijk overgekocht door mail.ru. het is eigenlijk in Russische ja, handen ja. En zijn geëindigd als Russisch ja geëindigd als als Russisch ja, ja. Ding zo, ja. omdat ja. er weinig moderatie was ah, dus, ja, ja. Okay. wat dan wel nostalgische herinnering is geëindigd als oh nee ja. ons, ons jeugdlief is echt zo hij ja, is in een smerige dealer geworden slecht oh. slecht terecht gekomen hij oh. ziek kindjes. oh oei, niet doen. Ja, en dus uh, ja, er zat gewoon ook niemand niet meer op, omdat het puur nostalgie was. Ja. En um, ik denk dat ze daarom ook de stekker eruit gedenkt hebben. Hij hey, zou musket niet kopen. <lacht> 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 Erg on-brand nu. <laughs> ja, inderdaad. Dat zou het wel zijn. Ja. Oké, okay, voilà, kijk ze, het einde van, uh, van uh, ICQ. Uh, wie wil, kan nog eens de geluidjes afspelen op YouTube en, uh, en daar nog eens naar luisteren. Oh, eigenlijk zo'n t-shirt met zo'n bloemetje op, dat zou misschien wel tof zijn. Maar ik ben ook zo aan het kijken. Je inderdaad, je kon ook zo verschillende bloemetjes zetten. Hè? Ah, ja. Available, free for ja, chat, ik had een, away, occupied. Ik je had een hele coole feature in ICQ die nieuwe messenger zat, was je kon jezelf invisible zetten. Ja. En dan was je online en je kon dan bepaalde andere mensen zeggen dat we wel mochten zien dat jij online was en waar? de rest niet. Dat moest dus doen gebruikt. om te gaan checken of dat iemand anders, u als crush, had... ah. dan moest de invisible online gaan zitten kijken om dan uiteraard teleurgesteld te zijn. Opnieuw, ik denk dat er veel mensen onzichtbaar zich gemaakt hadden voor mij. <coughs> <coughs> ik zit weer langs de andere kant van het spectrum van waarom is er niemand online? Mij, <coughs> mij maar je nu een, <coughs> uh, een nickname, ik ben hier. We hadden toch afgesproken om acht uur met alle klasgenootjes? Wat is iedereen? Ik ben hier dan. Dit he. <coughs> uh, was Messenger, dus niet ICQ, maar min of meer gelijkaardig qua systeem, denk ik dan. En... Ik heb echt heel veel fuiven gemist door zo toch door te blijven tippen. Ja ja, 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 ik ga ook vertrekken. Ja, ja, ik ga ook vertrekken. En dan uiteindelijk hadden we een hele avond voor... Dat was toen niet. Wij zonden een hele avond voor de computer zitten. Dat mensen zo raar keken, Allee, de familie raar keek, van... Je ging toch weg? Je ging toch naar buiten? En bleef je omdat je niet wou naar de vijf gaan of omdat je vast zat in die conversatie? Ja, omdat je op je crush aan het wachten en omdat die. Crush, crush ah. online. Tiki, 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 tiki uh, uh, crush offline. Oké. Okay. Okay. Ja, nee, dat zal dan wel niet. ik ga ja, vertrekken. Crush online. Oh. Ja, ja. We have a crush online. Ja. Hm, Oké. Okay. Ja, ja. Uh, uh, we blijven in het nostalgiebadje, want er komt een nieuwe doem. Ja. Jij. Doom, zeg. Doom, the Dark Ages. Want we, we hebben het hier al een paar keer gehad over Half-Life als iconisch spel. En Doom ja. komt uit dezelfde stal, denk ik. Is dat niet um, Castle Wolfenstein en dan Doom en dan Half-Life? Ja, dat is allemaal... Uh, dat is de tijdslijn. Niet, zelfde bedrijf, maar, ja. nee, niet hetzelfde bedrijf, maar ja. niet hetzelfde bedrijf. Okay. Nee, uh, Quake komt ook van uh, komt, uh, Doom. Ah ja. ja, want het is heel, ja. het is heel, gelijkaardig, software, van, ja. heel gelijkaardig van 3D-zicht uit die tijd. En zo weet je, ja, zo, ja Castle Wolfenstein, hè, dat was zo het eerste 3D-dingetje. Mm -hmm. uh, Doom, legendarisch spel. Uh, Bart heeft nog de geluidjes van Doom geïmiteerd op het uh, uh, Nerdland Festival. En nu een nieuw spel, maar zie ik het dan als echt. Iets dat lijkt op het oude of een heel hedendaags consolespel. De well, Doom Franchise is na zeer lange stilte. Ik denk na Doom 3 zo of Doom Ultimate, ja. ik weet het niet. Um, is die leven ingeblazen in 2016. Met een volledige, een volledige remake, echte uh, ja, next gen graphics, zeker mag je dat noemen. Moderne, graphics, ja, moderne ja. graphics. Maar ook het originele spel of een nieuw spel? Wel, nee, het ja, nieuw spel, maar, maar um, het, verloop het hetzelfde van, verhaal. Hetzelfde franchise. En hele, een hele straat. En, doet, en je hebt heel veel wapens en ja. er moet, er moet schormorie uit de, de diepste putten van de hel tot ja. moes herleid worden. Maar waren de hoofdstukken en de gebouwen ook gelijkaardig? Nee, allemaal ja. nieuw, maar wel leuke referenties. En soms ook eens ja. een klassieke Doom-level als, als uh, easter egg en zo. Dus dat was allemaal oh, ja. heel tof. En, en fantastisch hoe dat die terug tot leven gewekt is. Dat was 2016, maar in 2020 hebben ze daar toch een upgrade aan gegeven met Doom Eternal en dat was echt een, een schot in de roos. Okay. Ze hebben er toen een stevige laag... Metal overgegoten. Uh, zowel qua graphics als qua soundtrack. En die soundtrack was zo goed. dat, uh, dat het spel toen. of dat, uh, dat Doom, Doom Eternal werd genoemd. Een, uh, een soundtrack waar je een gratis spel bij krijgt. Okay. Door Mick Gordon destijds gemaakt. Ook een beetje controversieel en slecht afgelopen. wegens uh, slechte mixes. of. die een relatie met. Uh, creatieve, een soort, moeilijkheden. Ja, creatieve moeilijkheden. Creatieve moeilijkheden. Ja, voilà. het Maar ik denk dat ze toen gemerkt hebben. Tja, dat, met, dat metallaagje, dat doet wel iets. En dus nu, Doom, de Dark Ages, is de metal component nog eens uh, ver, ver, verduizendvoudigd eigenlijk. Dus het is echt, het is een prequel. En dat doe je meestal wel, denk ik, als je in je laatste franchise uh, of in je laatste uitgave heel hard geroepen hebt. We gaan stoppen, dit was het. We <laughs> kunnen niet meer verder in het verhaal. Dus uh, een prequel waarbij je ja, terug naar, naar een soort van middeleeuwse of, of donkere eeuwse context gaat. Nee. Er is weer creatief gestolen, dat is al duidelijk uit de trailer. Um, dat was bij de downloadable content van Doom Eternal ook al. Daar zat een eindscène in, waarbij daar overal in de lucht uh, cirkelvormige uh, poorten opengingen, waarbij een één groot leger uitkwam tegen een ander groot leger. En ik, wie, wie een beetje Marvel-minded is, weet dat dat exact de eindschijnne van, uh, van het einde van Phase 1 was. Je phase kon, in een bepaald nummer van de soundtrack van Doom uh, 2016 konde het spectrogram van het nummer nemen. En dan zag je in het spectrogram. Image van de muziek zag ik er ook een demon staan. Ah, oh, dus in de right. in de soundwagen. Ja. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Wow. Uh, het, het leukste aan de nieuwe Doom uh, is uh, het, het er is een nieuw schild. En het ja. schild is ook een kettingzaag. Ja. Voilà, dat is al lekker weten. Maar ook, maar ook als, je, als je gooit, komt het terug. En dat is ja. een beetje be Captain ja. America ja. natuurlijk. Ah, ja, okay. maar, uh... Siri, wat doet je me? Nee, nee, pak mijn kaart maar, Siri. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja maar maar, ik, ik, zag het, ik zag het en ik was echt aan het vloeken. Ik, ja, ik was blij en vloeken tegelijk. Want ik dacht: van, ten eerste heb ik hier de console niet voor. Mm -hmm. En ah, ik, ah, mijn, ik was er juist vanaf, mijn vriendin was er juist vanaf. <laughs> Nee, het mm, komt, komt allemaal terug. Just when I thought I was out. Yeah. Back in. Bart, you're Ribbon doomed. Yes. Wat? Yeah. You're doomed. <laughs> doomed, letterlijk. Is er dat een datum? Wanneer ze 2025. 25, maar 20, ik oh, denk okay. dat ze, ja. zoals steeds, uh, lekker vaag blijven. Okay. Je kunt nog een beetje sparen. Ja. Maar is, ja. dat, is dat nerdy, doom? Ik vind het is ja, ja, de, ja. Ja. Dus Doom is ook het eerste spel waar dat je in 3D-wereld had die je verschillende niveaus had. Wolfenstein ja, ja. was Wolfestine... alles gelijk vloers. Ja. En Doom was een van de eerste spellen. Uh, 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 ja, als, bij my... Wolfenstein namde wel de lift, hoor. Ja, ja, de lift. ja, maar dat was het ja, volgende level. Een, maar een maar, truc om gelijk vloers te gaan. Maar dat ze bij Doom wel oplossen dat je eigenlijk nooit onder elkaar kon wandelen. Je had wel verschillende niveaus, maar eigenlijk van bovenaf was het maar één. Je was maar tweedimensionaal. Maar Doom was het eerste multiplayer. First-person shooters. Ja, person shooter. ja okay. klopt, klopt, klopt. En online of LAN-party? Lam, Lam, ja, ja. moet echt nog kabels in elkaar, zijn computers steken... Ik heb, om samen te ik spelen. heb uh, onlangs een, een boek in mijn handen geduwd gekregen... van, uh, van, van, van Sander VDV, van de schrijvers van de Ideale Wereld. en die, Ik denk dat dat de story of, of Masters ja. of Doom is. En die vertelt het verhaal van uh, John Romero en John Carmack... Ja. De, twee, de twee breinen achter Doom. Het technisch genie en het creatieve genie ja. met de visie. En daarin wordt beschreven hoe Doom destijds gemaakt is. En dat, dat was, die waren eigenlijk alle twee voor een ander bedrijf bedrijf aan het werken, mm -hmm. maar ja. die, hebben dan, die zijn creatief met de funding voor hun projecten geweest, hebben, daar, hebben ergens een huis Allee. gehuurd, okay. waar dat die twee dingen deden. Uh, Dungeons and Dragons spelen Ach. en um, tegelijkertijd Doom ontwikkelen. En toen wij onlangs bij Larian binnenstapten, ik weet dat... Dus, dat is, dat is niet ID Software, ik denk dat dat zelfs een... een of Bethesda is een, uh, is, een, is een concurrent. Maar de sfeer dat daar... Ik moest echt, ik moest echt gaan, gaan zeggen aan de huis ja. van Carmack en Romero ja. van... Dit, dit is zo'n omgeving waarin dat, dat gebeurt. Larian, komt, Larian, Larian komt volledig uit Dungeons and Dragons. Ja. Ook. Yeah. De, Doom ook. De, de, de vertelstijl en de, en de, ja, de, de manier waarop. Alleen, ik, ik ja, zie nu, nu Doom ook, maar natuurlijk over, niet. Doom is helemaal geen... Het is uh, first-person shooter. Ja. Ja. Ja, over dat stukje wat je nu schrijft op Netflix, is er een documentaire, Highscore, die eigenlijk heel de uh, een stukje van de geschiedenis van de computer games en dit is een aflevering die onder andere daar valt. is een aflevering onder Doom. Die dat, dat stukje van het, het, de twee genieën die dat echt als bijberoep ja. zeggen: wij gaan een computerspel maken. En daarmee. Uh, twee totaal tegenovergestelde figuren ook. Hè? Carmack, ja, absoluut een maar... nerd. Uh, houdt van raketten, eigen ruimtebedrijf opgericht. En zo, absoluut een nerd. Keiharde ja. uh, wiskunde-nerd. En dan uh, Romero, artiest, uh, ja. dikke nek, uh, <laughs> Lamborghinis. Uh, ongelofelijk. Ongelofelijk, ja. En het is, het is fantastisch hoe, dat, hoe dat je in dat boek leest, dat punt waarop dat ze alle twee denken: ik, ik ben niet een ander, ik ben een pot. <laughs> ja. Ja. En ze gaan alle twee hun eigen weg. En ze denken van... In, ja, mensen zeggen van... Maar kan ik, 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 ik ook creatief zijn? Denkt een en ander ook. Ik verzamel wel volk rond mij dat echt is in orde is. En dat, dat worden twee rampen van je welste. Dat is, dat, is fantastisch. dat is een fantastisch verhaal om te lezen. Ik, ik raad een film gewoon. Ja, ik raad, ja, eigenlijk echt waar. Dat is ook dus, graag, film is hè. in de maak. Film een serie zijn al een ja. paar Sacht? jaren. Ah, okay. Van Doom, toen, toen dat die film uitkwam, met, uh, met Dwayne The Rock Johnson <laughs> dat en, was um, niet en goed. Carl Urban. Dat was niet goed. Die film was niet goed, maar ik was, dat was toen nog niet zoveel gedaan. In film. Ik was heel hard onder de indruk van die first-person-scène ja. op het einde waarbij dat de film plots het spel wordt. Oh ja, ja. man, oh, dat, dat heb ik zo vaak herbekeken. <laughs> ja, goed. Oké, okay. maar kijk, er komt een nieuwe Doom. Dus wie wil inhalen vanaf het eerste spel, die kan er nu aan beginnen. Hè? Oeh, Tegen uh, dat ja. je klaar bent, is hij de, is de, is de misschien... Rip uit, and tear. Ik ga alvast twee ja. dingen zeggen. tu en... <laughs> <laughs> trigger sounds, ja. Oké, okay, dat waren al onze onderwerpen. We hebben nog een paar dingetjes staan, zoals bijvoorbeeld... We zeggen, als we feitelijke fouten maken, mag je ons die altijd melden. En we zetten ze graag recht. En deze konden we niet, dit konden we niet tolereren. Er is ons gemeld. Maïs wordt gezaaid en niet geplant. Ik heb de vorige keer gezegd, als de boeren hun maïs gaan planten. Maar dat kan niet. Nee... Mais wordt gezaaid. Maar is zaaien niet een beetje nee. mega planten? Nee. Za zaaien is de zaadjes in de grond stoppen en planten is het plantje in de grond stoppen. Ah ja. Dus als je al, al plantjes hebt, dan kunnen ze planten, bloemen planten. En als je ze uh, zaait. Die die... Planten is te laat zaaien. Ja. En hoe worden die planten dan gemaakt? Die worden ineens gezaaid. Maar mais, mais wordt op het, op het veld gezaaid. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Dus, dus, nee. Ik zei saai, niet saai. Mais wordt gezaaid en niet geplant, dat we het nooit meer vergeten. Wat heb ik nog te melden? Mijn AI-boek is uit in het Engels. What? Wow. Wauw, dus dat wordt AI dan? Uh, de vertaalde. Uh, in het Engels. Uh, yeah. But, uh. Artifici Artificiële ja, inseminatie. Er is wel een verschillende titel. In de Nederlandse ah. versie is het A.I. in ja. het Engels is het gewoon AI. Is het Inderdaad, uh, toen, ah. toen ik begon aan de voorstelling over AI. Werd dat nog door elkaar gebruikt? En nu is dat volledig geconvergeerd naar AI, wordt altijd zonder puntjes geschreven. En vroeger was dat nog wat door elkaar. Oh. En dus de titel van mijn voorstelling is altijd AI met puntjes geweest. Ah, ja. En nu dat we het, het boek in het Engels uitbrengen, zien we van ja, dat wordt eigenlijk nergens meer gedaan. Dus uh, is het gewoon AI uh, geworden. Um, um, we hebben de vertaling gedaan met een centaur unit Iemand wat een centaur unit is? Uh, dus het lijf van een paard. Uh, ja, een centaur is het lijf van een paard en het, uh, het bovenlichaam van een ja. mens. Is dat een soort van sensitivity reader? Nee. Ah. <laughs> centaur als sensitivity reader. Ja. Dat is vind ik niet kunnen. <hums> 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 Dit is beledigend voor onze <hums> beide communities. <hums> maar, die, die centauren in Harry Potter, zijn die nog een beetje, beetje touchy-feely? Ah, ja. Ik denk ah, het, het wel. Ja. Dat is zo wat van, wat, wat zeg je over ons? Dat kan in ja, die ja, zijn ik... biologische soort fluïden. Uh, ja, dus, uh, voilà, ja, is... ja. Nee, wat is een centaurium? Uh, centauri Unit is bedacht door Gary Kasparov. Oh, die, uh, die Garry, we? Garry Kasparov. Is dat zo'n unit die daar zo twee vakjes oh. vooruit en een eentje naar rechts mag? <laughs> nee. Zeg, is dat nu omdat Peter er niet is dat we liever niet laten uitspelen? Ja, dat is. <laughs> we moeten iemand in. Um, Gary Kasparov verliest dus van Deep Blue, van de schaakcomputer ja. in de jaren negentig, en die is even, die heeft echt een mentale crash gehad daardoor. Hmm. En daarna dacht hij, wacht een keer. Zou een mens in samenwerking met een AI niet beter zijn dan een AI op zich en een mens op zich? Mm -hmm. En dat noemt hij een Centauri-unit: mens ah, ja, en kijk. AI die samenwerken. Uh, ja. En wat bleek, en dat vind ik echt wel, allee, daarvan was ik echt wel onder de indruk, wat bleek? Een redelijk goede schaker met een redelijk goede AI die samenwerken, die winnen zowel van een topschaker als van een top AI. Ah ja, omdat ze in beide gevallen een andere functie ja. vervullen. Ja. En ik denk dan voor, voor, voor Kasparov was dat dan de dus zin van zie je wel dat we nog iets uniek hebben dat we, we bring this to the table. Maar dus een, een, een centaur unit brengt eigenlijk iets extra mee. Waarom zeg ik het? Wij hebben de vertaling eigenlijk ook als centaur unit gedaan. Mijn Engels is niet, genoeg, is niet goed genoeg om in native speaking stijl te, uh, te schrijven. Tim Lejeune, die al een paar keer op de podcast geweest is. Uh, ...heeft uh, uh, Germaanse gevolgd... ...en heeft uh, redactie gedaan van de Engelstalige Vice Magazine vroeger. En dus wij hebben eigenlijk samengewerkt met GPT-4. En dus ik heb eerst zo zitten prompten op GPT-4... ...van vertaal dit boek in die en die en die stijl. En via die prompts komt uiteindelijk uit op een toon die wel oké okay is... Maar die maakt fouten. En dat is, al, ik zeg het alweer, het is het verhaal van de voorbije maand. Denk nooit dat die AI-systemen out of the box werken, dat je daar iets in stopt en dat dat kant-en-klaar terugkomt. Je hebt daar nog heel veel menselijke eindredactie aan. En dat heb ik dus gedaan samen met Tim. En die is nu af. Alright. Dus het AI-boek is nu verkrijgbaar in het Engels op onze eigen website, uh, natuurlijk op noordland.be, uh, maar ook op bol. .com en op Amazon is die te vinden. Ga je dan ook je show nog in het Engels spelen ter begeleiding? Of is dat gewoon het boek ook? Uh, nee, ik heb de show een paar keer in het Engels gedaan. Ja, dat heb je gedaan. Maar ja, kom, kom er nog? Um, er zijn er geen gepland, maar ik zou heel graag ja, misschien nog eens een Edinburgh Fringe doen of zo. Oh, wow. Ja, zo'n keer in augustus, daar gaat staan. Ja, allemaal, allemaal nog te zien. Maar nu verkrijgbaar in het Engels, dus laat het weten aan uw Engelstalige vrienden als die dat soort dingen graag lezen. Wat wil ik ook zeker nog aankondigen, komende maand. Van 17 tot 21 juli is er in Eindhoven het wereldkampioenschap voetbal voor robots, namelijk de Robocup. Yay. Uh, Eindhoven het is vlakbij uh, deze keer. Ik ga daar weer de hele week zijn. Ik geef commentaar bij de voetbalwedstrijden. Ik ben de Filip Joos van uh, het Robotvoetbal uh, daar aanwezig. Ik probeer ook uh, zeer literaire columns te schrijven achteraf, maar ik vrees dat dat niet gaat lukken. Uh, als je wilt langskomen, er is een volledige. Ja, er is eigenlijk een volledige toer daarvoor zien, hè. dus je kunt naar de competities gaan kijken, er zijn demostanden enzovoort, enzovoort. Alle info vind je op 2024.robocop.org en 2024 in cijfertjes uiteraard. En een RoboCup in plaats van RoboCop. Tuurlijk. Ja, ja dankjewel. dankjewel. You man. have 20 seconds to go maar als, ik, als ik websites voorlees, dan weten ze dat ze alle domeinnamen moeten kopen die erop lijken ook. Ja, het is een ja. rond wat lieven gezicht. Ja, voilà. Het is zo Zeg, en ik ja. val in herhaling met mijn vraag, maar het zijn nog altijd hardcoded robots die niet geleerd hebben? Uh, er, zit heel, er, er zit voornamelijk um, rule-based hardcoded ja. software okay. in. Uh, er begint AI binnen te komen. Ja, de, de, in de beeldverwerking heeft altijd AI gezien. Ja, 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 okay, zien, okay. zien waar de bal hangt is ja. veel gemakkelijker met een neuraal netwerk dan, dan, uh, dan hardcoded. Uh, tegenwoordig moet ik, daar, moet ik daar zeker bij zeggen. Um, ja, DeepMind, Google DeepMind, heeft een zeer indrukwekkende uh, demo gegeven met een klein robotje van 50 centimeter hoog. Dat via een neuraal netwerk had leren voetballen. Dat is zeer indrukwekkend, maar zij kunnen die omstandigheden niet nabootsen ah, op, ja. uh, op locatie. Ja. Ook een van de mensen die aan dat project gewerkt heeft, is een voormalige student die in de Robocup ook gespeeld heeft. En hij zegt: Van ja, maar als ik denk als student aan het harde werk om met de middelen van een universiteit in een ploeg te bouwen. Ja. en ik zou hier nu als miljardenbedrijf komen meedoen en de boel wegspelen. zegt hij: Van dat is niet eerlijk. Ja, dat snap ik. Dat is, de, die verhoudingen zouden inderdaad scheef zijn. Maar zouden de, zouden de verhoudingen gewoon puur. Stel, stel dat een niet-miljardenbedrijf gewoon een ander school afkomt met de. Met, met AI... Allee, die competitie bestaat nog niet waarschijnlijk. Nee. Dus, ik, ik denk op dit moment, volgens wat ik verstond van Google DeepMind, zou de computing power eigenlijk niet beschikbaar zijn ah, ja, van, okay. van uh, universiteiten. Wat dan misschien wel op termijn cool zou zijn, dat is daarnaast... Want dit is echt een competitie van onderzoekers, hè, van studenten, mm -hmm. universiteiten enzovoort. Maar stel dat er daarnaast een voetbalcompetitie ontstaat voor de Tesla-bots en de Boston Dynamics atlassen oh. enzovoort en de DeepMinds. Dat zou wel heel cool zijn, want dan hadden we wel spectaculaire sprongen zien, ja. denk ik. Maar um, de Robocup dus. Ja, wat gaan we dit jaar zien? Um, ja, dit jaar zijn dat robotteams die tegen elkaar voetballen. Dat zijn zowel wagentjes op wielen als humanoid-robots. Die hebben allemaal aparte uh, categorieën. Eén ding is wel constant, die draaien autonoom. Vanaf het match begonnen is, komt er geen mens meer aan, die worden niet bestuurd, die moeten volledig op hun eigen programmacode beslissingen nemen, posities in het veld, passing enzovoort. enzovoort. Dat moeten ze eigenlijk allemaal doen. Er is ook een huishoudrobotcompetitie, waar dan robots echt in het huishouden moeten een vaatwas inladen en dat soort dingen. En rescue-robots die eigenlijk in het puin moeten gaan zoeken naar een gesimuleerd slachtoffer. Sommige van die rescue-teams in Japan zijn opgebeld na Fukushima. Dus hebben ze, echt hebben ze echt gewoon studententeams ah, ja? opgebeld. Jullie hebben zo'n robot voor die wedstrijden. Ja. Kom nu naar Wij de campcentrale. Wij moeten hier in een gecontamineerde zone. Ja. 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 Ja, inderdaad. Je krijgt hem niet meer terug, robot. Nee. Ik zou robot. Ik zou voor de Robocup ook zo heel graag een, uh, een soort van regiekamer vol neutende var-officials uh, yeah. programmeren. De robot, we kunnen wel aan het ZGPT vragen. Gedraag u als dus, uh, een ontevreden var. Ah, ja. Ja, de Lukaku-bot scoort. Ja. ja, sorry. Toch niet. Ja. 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 Je hebt zo allemaal uitsteeksels die ja. op site staan. Ook heel tijd, dat, is, uh, dat is gewoon uh, rule-based. Ja. ja, waarschijnlijk. Oké, okay, wat hebben we nog te melden? Uh, uh, het nieuwe Nerdland-boek is uit uh, Code Rood, hebben we vorige keer al gezegd. Maar is nog steeds te koop. Code Rood, uh, het boek van Toon Verlinden. Uh, Mede-oprichter van het Nerdland-festival. Dat zeker. En dan hebben we ook nog een echte sponsor. Een echte eigen sponsor. En dit keer is dat zowaar Microsoft, Jeroen Baert. De, de grote M, absoluut. Zij zelf. Zij zelf. Maar je zou denken: van oh, de, my, zeg, hoe komen die bij ons terecht? Die hebben ons eigenlijk gecontacteerd, omdat er ook een hele hoop mensen bij Microsoft België fan zijn van Nerdland. Dat, dat horen wij natuurlijk graag. Uh, uh, wij hebben het soms over Microsoft, in positieve en in negatieve zin soms. Laten we, we, zijn, Laat we ons eerlijk, we zijn, eerlijk we zijn: neutraal. Dat, neutraal. Zijn neutraal, absoluut. Maar <laughs> zij, hebben, zij hebben eigenlijk gezegd: hé, hey, we luisteren graag naar de podcast. We zouden eigenlijk eens graag een experiment. Doen, wat als we de podcasts zouden proberen te indexeren en een soort van slimme chatbot te maken die je vragen kan stellen over wat er gezegd is in de podcast? Dus een soort opzoeksysteem, maar dan met een taalmodel waar ja. je kunt zeggen: je kunt vragen stellen als: zoek eens elke keer dat het over zwarte gaten ging. Ja. En dan geeft hij een lijst. Wat is er in de podcast verteld geweest over uh, SpaceX? Wat is er in de podcast verteld geweest over? En we hebben gezegd van oké, okay, doe maar. En dan hebben ze dat gebouwd. Ze hebben eigenlijk van de voorbije zes jaar uh, mp3 files van de podcast gekregen. Ze hebben die uh, van ons gekregen. Ze hebben die uh, omgezet speech-to-text. Dus uh, wat er gezegd is in de podcast, naar tekst. Ze hebben de, de, de mooie artisanale show notes die ik bij zo'n podcast maak natuurlijk ook gebruikt. Maar die ja. hebben ze nog maar. Ik denk dat ik nog maar drie jaar echt show notes maak. Ja. Die hebben ze ook gebruikt. Ze hebben dat allemaal in een groot taalmodel gesmeten. Ze hebben daar een hele architectuur rond gebouwd waarvan ze een uitgebreide technische blogpost gaan maken voor de mensen die het echt interesseert. Maar het Top. komt er eigenlijk op neer: GPT. 4o ertegen gesmeten, zodat je op een uh, met natuurlijke wijze, natuurlijke taal, uh, dat kan in het Nederlands, dat kan in het Engels, vragen kan stellen over de podcast. En die uh, Noordland-assistent, zoals we dat dan gedoopt hebben, die uh, antwoordt met: Ah ja, we hebben het dan en dan en dan over uh, dit onderwerp gehad. En dit is een link naar het precieze audiofragment waar dat Aha, we het daarover hebben. Een link? Oké, okay. maar ja. het is een taalmodel, dus je, hoeft, uh, je kunt zeer algemene vragen stellen. Ja. En alweer, hè, want het is het thema van de aflevering. Kun je hier nog mee rammelen en kunnen nog gaatjes vinden enzovoort? Waarschijnlijk wel. Maar laat het ons dan zeker weten, want we kunnen hierop verder werken. Ik vind daarom ook: en Microsoft zegt dat we willen heel graag dit experiment doen ja, met zien. Ja, het is een experiment. We rollen dit niet uit als nu hebben we het ultieme ge ja, nee. gebruiksproduct. Maar je kunt heel algemene vragen stellen. Je kunt bijvoorbeeld vragen aan dat ding: Wordt er in de podcast vooral positief of negatief gesproken over pluimvee? en dan gaat hij effectief opzoeken ja. naar en dan gaat hij een antwoord misschien komt er een onzinantwoord uit misschien komt ah, Bart is het nu de aan vraag, het proberen de denk ik de vraag is gaat hij dan ruimteveer als pluimveer dat ik? weet ik niet maar wat hier oké okay, een een van de drijfveren waarom dit soort systemen gebouwd wordt is um, er zijn natuurlijk ook bedrijven die op een hele hoop eigen data zitten en die die niet buiten hun muren willen laten, maar die wel graag willen kunnen met een taal. Stel dat je alle, alle voorbije data van je bedrijf zitten hebt en je kunt via een chatbot vragen: zeg we hebben hier dit soort klant, zijn er voorgaande gelijkaardige gevallen en die kan dan gaan opzoeken. Dat is natuurlijk een use case waar enorm hard op, op gewerkt wordt. En je wilt je bedrijfsgeheimen ook niet in een groot taalmodel steken waar andere mensen ook aan kunnen. Want dat, dat, vond wel, enfin, dat, dat vond ik hier wel een heel boeiend stuk in de uitleg. Het neurale netwerk dat de taal reproduceert is gpt viro Ja. En alle informatie die uit onze podcast komt, is geen neural netwerk, maar is een soort slimme manier van indexeren waar dat taalmodel in kan gaan kijken. Het is een dan. gigantische vectorruimte die ze ah, gemaakt ja. hebben. Ja, dat zou okay. technisch worden, dan verwijs ik voor naar de technische blog. Maar het goede nieuws is inderdaad, het blijft van ons. Wij hebben niet al onze content afgegeven, ook al staat die publiekelijk online en in principe. Maar dit draait bij ons. Wij zijn eigenaar van dat project. Microsoft heeft dat voor ons gebouwd, ter ere van de sponsoring ook en zo. Ja. En wij gaan er gewoon eens mee experimenteren. En dat is heel fijn. Ik heb bijvoorbeeld zelf ge ge Checkt. Uh, wanneer hebben we het in de podcast ooit over Xander de Rijken gehad? Ja. En Xander wordt hier wel regelmatig vernoemd, maar heel specifiek in Baldur's Gate 3, ah, ja, in het tuurlijk. derde hoofdstuk, heeft Xander de Rijken een vermelding. En dat kwam daar mooi uit. Dus het is fijn om met te spelen. Gaat het mijn job als diligente shownotemaker meteen vervangen? Ik denk het niet. Er komen nog wel wat fouten uit. Maar het is interessant om eens naar te kijken. Belangrijke vraag. Moet ik nog chapters ingeven per nieuw onderwerp? Ja, want ook die chapters zijn onderdeel van het trainingsproces van het. Ja. Uh, het uh, Jij het, moet, het, moet het, als elke brave Homo sapiens trainingsdata genereren, het ware, Echt Elt. <laughs> oh. Waarom heeft Microsoft dat nu gebouwd? Ja, natuurlijk ook omdat ze sponsor zijn van deze maand. Uh, Microsoft, u kent het als bedrijf. Uh, er zijn, uh, dit, dit zijn nu enthousiaste Microsoft-medewerkers uit België die dat ontwikkeld hebben. Maar ze geven het inderdaad ook als voorbeeld van: oké, okay, kijk, dit is een innovatieve manier waarop wij met die nieuwe technologie kunnen omspringen. Het draait ook allemaal op hun Azure-platform. Uh, okay. Ze hebben grote rekenkracht die zij aanbieden. Um, en ze zeggen eigenlijk van: oké, okay, kijk, hier in België kan je uh, bij Microsoft aan de slag. Als je geïnteresseerd bent in wetenschap en innovatieve technologie, dan kan je daar gaan werken. Maar dat is iets, want allee, bij, bij Team Scheren, hé, waar, waar Kurt ook aan, aan werkte, ja, bij Team Scheren hebben wij met Microsoft samengewerkt. Die een, die een hub, die een Microsoft België hub in Zaventem. Ik denk mm -hmm. dat ze vlakbij de luchthaven zitten ja, ook. Echt ernaast. Ja, van in de luchthaven. Ja, ja dat is wel indrukwekkend. Ik dacht altijd, wij kopen gewoon dingen uit Amerika. Maar dat is niet zo. Er zit hier echt um, um, development, innovatie. en echt het werken aan het product zelf. aan de knoppen zelf draaien. Zelfs heel de wereld rondvliegen vanuit België. om elders te gaan bijspringen. Dat, dat gebeurt hier allemaal. Ja, het is vooral zo. Goeie vanuit een eerste lijns inzicht. hoe weten hoe dat de dingen werken technisch om dan naar een klant terug te, toe te gaan en dan te zeggen van, kijk, voor uw probleem deze samenstelling, deze pakketten lost uw probleem op. Ja. Dat is vooral de dingen die in België gebeuren, zoals solution designing en zo ja. toestanden. En ze zetten ook heel hard in op dat bedrijven hun data, dat ze wel kunnen werken ja. met alle rekenkracht en expertise die Microsoft aanbiedt, maar dat de data privacygewijs en zo ook allemaal in eigen handen blijft. Wat ja, op de dat laatste een... jaren, ja. zeker in Europa, Zeer steeds belangrijker, is. belangrijker geworden ja. en, en, is. In uh... tegenstelling tot Google ja. bijvoorbeeld, waarbij de data in Amerika staat, en ja. daar is een juridisch kantje bij, want als u data in Amerika staat, kan die van Amerika zijn. Microsoft heeft zijn datacenters ook in Europa staan. Ja. De code gaan ze open source beschikbaar stellen, zodat mensen die daar eens willen kijken, hoe dat model in elkaar zit, wat dat ze gedaan hebben. Natuurlijk, om die code te runnen, heb je de hardware en de, de resources nodig van Microsoft, maar het is inderdaad interessant om te kijken hoe wordt dat opgebouwd, van welke data wordt er vertrokken. Dat is interessant en dan stellen zij ook open source beschikbaar, zodat er mensen die daar interesse in hebben, eens naar kunnen kijken. Het Noordland publiek mag ermee spelen! Absoluut, ah, ja. Zij super. gebruiken ook een bepaalde Azure Responsible AI tool. Dat is een heel duur woord, waarschijnlijk, voor een systeem dat eigenlijk moet tegengaan dat mensen er misbruik van maken. De standaard testen van, laat deze bot een fout woord zeggen. Ik heb het al een paar keer geprobeerd en het is mij niet gelukt. Het zal waarschijnlijk mensen online zal het wel lukken, maar er zijn wel enkele basisafbakeningen dat dit ja. ding geen racistische ruimpjes of dat soort dingen begint te maken. Ik uh. heb trouwens ondertussen een antwoord gekregen van de bot op de vraag waar dat wij doen met pluimvee. En wij als podcasters, wij benaderen pluimvee gemiddeld neutraal tot Positief. Is dat het antwoord die echt en geeft die voorbeelden Ja, ja, geef voor bijvoorbeeld de verwijzing naar kippen als Dino. Daarin zijn we meestal enthousiast. Oké, okay, yeah. ja, ja, en, en en voor de rest ook uh, wetenschappelijke bewijzen. Um, ja, wacht wel, is dat juist? Goh, geef, het, geef het, antwoord vooral zelf eens in op de bot en kijk wat maar eruit. komt. Dat vind ik ja. maar dat cool. wel dat toffe aan die taalmodellen dat je echt Far out vragen kunt stellen en dat daar toch een antwoord op komt. Ja. Ja. En we zeggen het erbij: ja, het gaat soms nog rare dingen doen. Ja. Bijvoorbeeld, Laat... de, en deel, de, deel ja. zeker met ons als het op een hilarische manier uit de bocht ah, gaat. Wel, dat hoort maar, erbij. De, deel de rare dingen, want daar kan verder op ontwikkeld worden. Hè. Misschien is het wel een idee om in de Discord van Nerdland een apart <laughs> tredje te maken ja, ja, van, ja. met alle ja, rare ja, om ja, ik, ik denk, een, ik denk ik, dat dat een top ideetje is. Ja. Ik denk ja. dat onze Discord daar in een picoseconde zelf opgekomen was en dat er waarschijnlijk een festijn van grammel met het taalmodel. Zo. Hebben we de URL van dat ding al vermeld? Hey, geef eens de URL van het ding, hè, Jeroen. Assistent.neurdland.be. Oké, okay, assistent.neurdland.be. Ja, en dan kom je uit op een mooie interface. Daar kan je mee spelen. Uh, als je een fout in opmerkt, uh, stuur het even een screenshot via e-mail. of zet het op onze Discord. Uh, en daar vind je ook meer informatie over hoe het gebouwd is. Zeg maar, misschien is dit de automatisering die we nodig hadden, hadden om de Gouden Jas terug tot leven te wekken. Oh, Want ja. nu, kun gewoon, nu kun je gewoon de zin intikken van de Gouden Jasmop. en gaat hij die misschien terugvinden. Misschien wel. En zou, ge... zou hij zelf ook kunnen bestrijden? Het ja. is een gouden jasmop. Dat een beetje moeilijk. moeilijk dat lijkt ja. mij moeilijk. Maar ja, als je bijvoorbeeld... Maar op... waarschijnlijk als je erachter vraagt... Oh, zou ik het nu doen of ga ik het aan de fans laten? Ga het aan de fans laten. Jasmoppen zoeken met ja. AI in uh, de ja, podcast. Ja, ja, ja. ja, en onderaan uh, die pagina vind je ook een link naar uh, Microsoft Belgium. Wat dat die allemaal in de aanbieding hebben. En dat staat natuurlijk ook in onze zeggen klassieke show notes uh, vermeld. <laughs> het voelt een beetje alsof dat ding mee aan het vervangen is. Ik de oldschool... De old-school suffige... De handgeschreven showgoats. <laughs> die met postduif opgestuurd worden ja. naar uh, uh, wie een gele briefkaart heeft verstuurd. Daarmee hebben we alles gehad voor deze maand. En ik bedank jullie om te luisteren tot hier. Ik bedank iedereen die hier aanwezig was, namelijk Els Dag. Bart van Peer. Tot de volgende keer. Kurt Beheid. Dag. En Jeroen Baert. Ciao. Heel graag, tot de volgende keer. Dag. Dag.